Dames en heren, van harte welkom. Ik raad u aan niet meer in uw neus te peuteren, want u bent sinds 2 minuten live op NPO Politiek te zien. Goed dat u er bent, in zulke grote getalen. We hopen u een bijzondere avond voor te schotelen. En de voortekenen bedriegen niet, al was het maar door het panel wat ik zo aan u gaan voorstellen. We gaan het hebben over de formatie, wat natuurlijk eigenlijk een heel raar iets is. We zijn natuurlijk, leven hier in een fantastische democratie. Maar dit is natuurlijk het moment dat het eigenlijk het meest belanghebbend is. Meer invloed kan je niet uitoefenen dan aan zo'n formatietafel. Daar wordt de macht verdeeld. En we zien er en horen er eigenlijk niks van. En het gekke is dat we ook nog de mededeling krijgen. Hoe minder wij ervan horen, hoe beter het gaat achter de gesloten deuren. Dat is natuurlijk een stelling waarvan wij zeggen, daar willen we meer van weten. Dit is de derde aflevering van de formatieshow. Waarin we elke keer met mensen die daar ervaring mee hebben, daar deskundig op zijn, toch iets proberen voor u te ontcijferen. En het zou natuurlijk aardig zijn als u na een avond als deze, die komende weken, misschien wel maanden, iets op televisie ziet en weet dan hoe u zo'n klein opmerkingje, zo'n kleine trek van de wenkbrauw, of iets wat nou net niet gezegd wordt, wat je wel verwacht had, hoe je dat moet kunnen duiden. Met veel plezier ga ik 2 heren aan u voorstellen. Het vers weg van mij zit Ferry Mingelen. Natuurlijk jarenlang het gezicht bij de NOS. Denkt u aan Nieuwsuur, denkt u aan Den Haag vandaag. Politiek commentator bij Pauw en Witteman. En hij is op dit moment ZZP'er. Leidde nog een aantal grote debatten in het oosten van het land, goed te zien. En sinds 1972 alle formaties van heel dichtbij bekeken, verslagen en geanalyseerd. Ja. Dames en heren, Ferry Mingelen. Ja, de man die hier vakkundig tussen ons ingeklemd is, die is eigenlijk, ik bedoel, als je nou wil praten over de formatie, voldoet deze man wel aan alles. Alle karaktertrekken, alle ervaringen. Nou, karaktertrekken weet ik trouwens niet, maar in ieder geval alle ervaringen die je zou willen hebben. Hij was natuurlijk de partijleider van de Partij van de Arbeid. Hij weet hoe het is om in een formatieonderhandeling te zitten die grandioos mislukt is. Hij heeft ook aan een tafel gezeten, misschien zelfs wel tegen Heugen Meug, want hij wilde premier worden, maar hij werd vicepremier in het kabinet Balken en de Vier. En natuurlijk het vorige kabinet, oftewel Rutte 2, was hij de informateur. Een pijlsnelle formatie. Ik vond het wel aardig, even vandaag de getallen even erbij gezocht. Als volgende week, wat totaal utopisch is wat ik u nu ga vertellen, het kabinet, deze formatie die nu bezig is, volgende week vrijdag zeggen, we zijn eruit, hier is het regeerakkoord, dan hebben ze dezelfde snelheid als u gehaald, meneer Wouterbos. Daar ziet het niet helemaal naar uit, hè? Gaat niet lukken. Nee. Een ander getalletje wat ik toch wel fascinerend vond is, we zijn 51 dagen onderweg, waarvan er 13 dagen, Ferry Mingelen, effectief onderhandeld is. Ja. Kunnen we die getallen duiden? Ze doet het rustig aan. Ja. En dat heeft ook wel een doel, want deze 8 onderhandelaars, want er zitten er 8 aan tafel, die zijn niet begonnen met het idee dat ze juichend een leuk nieuw kabinet in elkaar gaan timmeren. Die moeten eigenlijk wennen aan het idee dat dat zou kunnen. En dat het zou moeten. En daarvoor heb je tijd nodig. En daarvoor heb je denk ik uren nodig dat je aan tafel zit en over dossiers praat zonder dat je per se scherp onderhandelt. En die tijd die neemt ze. Dus ik denk heel goed, laat ze rustig de tijd nemen. Oké, dan gaan we straks uitgebreid over doorpraten. Eerst wil ik met jullie een paar actualiteiten doornemen. Eigenlijk het laatste punt wat je maakt. Laten we even kijken. Vandaag was het interessant dat er 2 kranten, Telegraaf vanochtend, Parool vanmiddag, is namelijk dit. Er zou ergernis ontstaan zijn over die trage formatie. Die zou ook toenemen. Ik moet er meteen wel bij zijn dat de Telegraaf allerlei mensen anoniem citeert. Dus mensen die dicht bij de formatie staan, staat erin. En eigenlijk het punt wat je net al maakt, Ferry, is namelijk, ja, er wordt wel van over alles gepraat, maar de echte hot potatoes, de echt zware onderhandelingen worden voor hun uitgeschoven. Nou ja, mijn indruk is, en ik heb vandaag geprobeerd om daar enige echte indruk van te krijgen. Mijn indruk is dat ze een groot aantal dossiers behandelen. Dat ze erover praten, dat ze daar langzaam verder in komen. Maar dat ze nog niet toe zijn aan het doorhakken van moeilijke en grote knopen. Dus dat kost tijd. Nog niet aan toe zijn, bedoel je mee dat er nog eerst gewerkt moet worden aan een soort basis van vertrouwen en een goed gevoel? Jawel, maar ook gewoon praten over onderwerpen waarin je langzaam maar zeker een aantal dingen zegt van, nou oké, daar zijn we het dan misschien wel over eens, maar de grote knopen liggen daar nog. Maar ik vind het hier wel interessant. Ik vind altijd de Telegraaf is een goede graadmeter van
wat er in een bepaald deel van deze formatie wordt gedacht, namelijk in het rechtse deel. Ik herinner mij dat de Telegraaf al naar buiten kwam met in de rechtse kringen VVD zien ze de samenwerking met GroenLinks niet zitten. He, die geitenwolle sokken-types, dat moest allemaal niet. Duw dan dat de Telegraaf mensen gaat opzoeken die dat willen uitspreken, dan weet je dus dat het kennelijk wel een beetje gaat lukken, want anders hoeven ze dat niet te doen. Dus er is kennelijk een beweging binnen dan het formatie aan de formatietafel die positief is en waarvan dan die Telegraaf of mensen daaromheen denken van ja, dat gaat toch te snel, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Dan komt er ineens een stuk en dan bellen ze Rita Verdonk. En nog wat andere nondescript rechts. Die Telegraaf opvoert als VVD prominent weer. Ja, dat wist ze zelf ook niet. Ze was ook waarschijnlijk aangenaam verrast dat ze ook weer werd gebeld. Maar dan kan je niemand krijgen. En dan, ik weet, ik heb lang bij Den Haag vandaag gezeten. Wij deden dat ook zo. Als we wat wilden aantonen. Nou, dat doen ze. Dus dat was de eerste keer. En nu zeggen ze ineens van ja, het gaat te traag. Dit proces gaat traag en dat duidt erop dat het misschien wel gaat lukken. Als je gaat zeggen het moet sneller, dan zou je kunnen de Telegraaf ervan kunnen verdenken dat ze willen dat het mislukt dit en dat ze dus sneller naar de ChristenUnie overstappen. Ja. Dus twee momenten dat je zegt, oh kennelijk gaat het wel, want de Telegraaf doet moeilijk. Okay. Nou ja, niet het is maar een theorie hoor. Nee, maar daar hebben we je voor uitgenodigd. De volgende was hetzelfde, ook vandaag, Parool. Ja. Wouter, als je dit soort krantenkoppen... De formatie wordt in die zin geroemd dat er eigenlijk niks lekt. Ze weten niet hoe zij het ervaren. Je hebt dit, zoals we eerder beschreven, op allerlei verschillende manieren meegemaakt. Dat krantenlezen, dat doen ze natuurlijk waarschijnlijk allemaal voordat ze naar binnen gaan en naar buiten gaan. Heeft het een groot effect op de sfeer en de gemoedstoestand? Nou, dit niet. Ik heb dit artikel niet gelezen. Ik heb wel het artikel in de Telegraaf van vanochtend gelezen. Dat zal wel effect hebben, omdat het bijzondere aan dat artikel was niet eens zozeer dat daar iets in stond over vertraging, maar dat de bronnen tamelijk concreet geduid werden. En er stond gewoon in dat de bronnen kwamen uit de onderhandelingsteams en uit de secondanten van de hoofdonderhandelaars. Als je zoiets zegt tegen een Telegraafjournalist, hè, van ik erger me aan de traagheid, en je wil niet herkenbaar in de krant komen, dan zeg je erbij, je mag het gebruiken, maar ze mogen niet zien dat het van mij komt. Dan wordt er dus ook niet opgeschreven dat je lid van een onderhandelingsteam bent, of dat je dicht bij de hoofdonderhandelaar staat. Dus op het moment dat dat er wel in staat, in de krant, dan is dat ernstig. Dan vinden mensen het niet erg meer dat begrepen kan worden dat het serieus is, omdat het echt mensen die ertoe doen, zijn geweest die zeggen dat er iets aan de hand is in dat formatieproces. Dat vond ik eigenlijk het interessante aan de Telegraaf. Want verder, weet je, wij hebben natuurlijk in de Partij van de Arbeid, als niemand die er echt iets toe doet in de Partij van de Arbeid commentaar wil geven op een actuele kwestie, dan bel je Bram Peper. En die heeft dan wel altijd wat te zeggen. Ja. Dus je vindt altijd iemand die wel iets wil zeggen. En dat zijn meestal de mensen die niet meer relevant zijn. Ja. Omdat je als journalist toch iemand erbij wil halen. En hier was een uitzondering op. Het bleef anoniem, maar je kon zien het was serieus. En het zat dicht bij de hoofdonderhandelaars. Het tweede, misschien dat ik daar gelijk op door mag gaan, Martijn. Het is dus interessant dat Schippers zelf nu voor het eerst iets zegt waar ze aan gehouden kan worden. Tot nu toe zijn haar persmomenten, denk ik, heel bewust niet zeggend geweest. En nu zegt ze voor het eerst dat het tempo omhoog moet. Dat is riskant. Daarmee legt ze druk op het overleg. Het is een van de redenen dat in andere formaties eigenlijk de stelregel was, ook als je niks te zeggen hebt, moet je dat niet zeggen. Je moet gewoon wegblijven bij de microfoons en camera's, totdat je wel iets te zeggen hebt. Want op een gegeven moment wordt het niets zeggen ook een bron van ergernis. En ga je toch ergens weer een verwachting wekken. Wordt dat weer een verhaal op zichzelf. Dus je moet daar vrij digitaal mee omgaan. Of je gaat elke week naar buiten en je hebt echt wat te melden. Maar hoe interpreteer je dat? Of je kunt maar beter dus stil blijven. Na dus allerlei nikszeggendheid, ten faveur van een eventueel geslaagde formatie, dat ze dus nu wel degelijk iets zegt. Namelijk, we gaan inderdaad, eigenlijk zegt ze in één zin, de fase van alleen maar aftassen is voorbij. Snelheid maken betekent concreter worden. Ik zie daar. Nou ja, kijk, het is gewoon ook een feitelijke mededeling. Er is voor volgende week een schema voor maandag. En je ziet dat maandag al behoorlijk stevig wordt vergaderd. Dus even los van de verwachtingen die je al of niet wekt, je ziet dat het vergaderschema nu wat uitgebreider is. Dat is op zichzelf ook logisch, want ze hebben tijd verloren door begrijpelijke omstandigheden. Dus
Er moet nou wel eens serieus worden vergaderd. Dat idee van ja, het moet sneller inhoudelijk. Ik ben er niet van overtuigd dat zo ernstig binnen de onderhandelingstafel leeft. Maar het kan zijn dat sommigen. Nou ja, wat je zei, er wordt gerefereerd aan. Wat hier volgens mij echt een rol speelt, is dat alle partijen hebben er belang bij dat er een zekere traagheid is. GroenLinks heeft traagheid nodig, omdat als ze in dit kabinet stappen, dan moeten de troepen en de achterban eraan aan wennen. Dus dat kost tijd. Maar een partij als CDA met name, meer nog dan de VVD, heeft ook een heleboel uit te leggen als GroenLinks aanschuift in plaats van ChristenUnie. Dus alle partijen kunnen de tijd gebruiken om hun achterban te laten wennen aan het idee. Dus in die zin, en ook als GroenLinks af zou vallen, dat heeft ook tijd nodig. Want VVD, CDA en D66 met name, D66 heeft hier een heleboel uit te leggen als GroenLinks afvalt. Dus dat heeft allemaal tijd nodig. Alleen langzamerhand beginnen er toch een paar deadlines te komen. Ze hebben nu een zomervakantie afgesproken. Die zijn ook lui met kinderen, die willen ook op vakantie. Dus er komt op een gegeven moment een zomervakantie aan. Ja, half juli, je hebt Prinsjesdag. Nou, als je op Prinsjesdag je eigen begroting in wil dienen, dan moet je kabinet gewoon eigenlijk voor juli voor je zijn. Ja. Anders heb je er helemaal niks meer over te zeggen. Ik wil je dat even nu parkeren, want we gaan hier natuurlijk direct uitgebreid over doorpraten. Over die deadlines en die perikelen rondom die formatie. Maar eerst wil ik even kijken naar de krachten van buiten naar binnen. Er is ongelooflijk veel gelobbyd. Ferry, trouwens, is het meer of minder dan voorgaande jaren? Het viel me echt op, laten we er even eentje bij pakken. Oud-premier Balkenende promoot het groene bedrijfsleven. Komt ie aan. Met geluid. Globale agenda. Wat gebeurt er met ons klimaat? Wat gebeurt er met mensenrechten? Hoe kunnen bedrijven daaraan bijdragen? Ik vind het heel goed dat Middelburg dit soort thema's aan de orde stelt. Tegelijkertijd zijn het ook wel hele grote, letterlijk globale vraagstukken. Ja, wat heeft een ondernemer uit Middelburg daaraan? Nou, ik was afgelopen maanden of vorig jaar de voorzitter van de commissie die zich bezig is met structuurversterk weggelegd in Zeeland. En toen hebben we gezegd, van als je nu zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven, denk dan na over de circulaire economie, hergebruik van materialen. Wat kunnen we doen op het gebied van de energietransitie, de biobased economy? Kijk aan, de energietransitie, daar is hij weer. Wat krijg je op de lucht hier? Nou, ik wou dat hij dat 10 jaar geleden zo gevonden had. Ja. Maar dan was jij tegen geweest. Kijk in de volgende even. We kijken even Marieke Stellinga, de economieredacteur en columnist van NRC Handelsblad, behandelde dit bij Politieke Junkies. En toen kwam het fragment natuurlijk van de bouwagenda. Namelijk ingestoken door de man die hier eigenlijk ook op het podium had moeten zitten, Bernard Wientjes. Heeft het laatst met afgezegd, maar we kijken toch even naar dit fragment. Aan de bewindspersonen, die hebben eind vorig jaar gevraagd aan een taskforce onder leiding van Bernard Wientjes om een bouwagenda op te stellen. We staan voor enorme uitdagingen in onze leefomgeving. We moeten op een totaal andere manier gaan bouwen. Duurzame huizen en gebouwen, slimme energienetwerken, toekomstbestendige wegen, dijken, bruggen, tunnels en sluizen. Ja, het gaat nog minuten door. Je kunt dat allemaal terugvinden op de website. Het gaat natuurlijk even om het volgende. Het is natuurlijk fascinerend dat eigenlijk milieu, duurzaamheid, heeft een relatief kleine, volgens sommigen zelfs geen enkele rol speelt in die campagnes. En direct na de verkiezingen begon Rutte over de energietransitie. En zien we dus een oud-premier en Bernard Wientjes, voormalig baas van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, zich op deze manier manifesteren. Is dat buitengewoon of een normale gang van zaken? Volgens mij is dat een normale gang van zaken. Het kan zijn dat ze nu iets meer naar buiten treden, maar ik kan me niet anders dan herinneren dat bij iedere formatie belangengroeperingen naar buiten treden om te zeggen wat ze graag willen en brieven sturen en weet ik wat. Maar ook van dit kaliber, dus oud-premier Balkenende? Dat kaliber is natuurlijk wel zeldzaam in Nederland, hè? Ja, nee. Oud-premier Balkenende. Ik zei het niet. Dus die, ik zei het niet. ik zei het niet. Dus, maar in het algemeen dat werkgevers en werknemers hun invloed gebruiken naar de onderhandelingstafel. Maar dat kan Wouter beter beoordelen. Ik heb het idee dat zowel bij de formatie, maar eigenlijk al ook bij de verkiezingsprogramma's en voor de verkiezingscampagne begint, al maanden daarvoor fracties worden bedolven onder de stukken van alles wat er moet gebeuren. Wat deden jullie daarmee met dat soort lobby bedelbrieven? Ik heb ze niet gelezen, niet gezien. Je bent, kijk, wij hadden in een tijdsbestek van 51 dagen meer dan 13 dagen onderhandeld. Dus je hebt ten eerste geen tijd.
Ik was als formateur en ook als onderhandelaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig om gewoon de stukken te lezen waarover onderhandeld werd. Als er tijdens zo'n proces nog bedelbrieven of lobbybrieven binnenkomen, op z'n best geef je het aan een medewerker of aan een fractielid of misschien een ambtenaar van de formatie. En misschien dat je er op een gegeven moment wat van hoort. Maar het is eigenlijk, ben je al een paar stappen verder en met andere dingen bezig. Dus dat is te laat. Ik heb ook een verhuisdoos stond waar gewoon stapels onopengemaakte brieven. Dat klopt. Dat klopt. En, ik weet niet of ze onopengemaakt waren, maar... Daar werden standaard ontvangstbevestigingen op. Maar de effectiefste lobby's zijn lobby's die ofwel zodanig op tijd zijn dat ze in verkiezingsprogramma's van politieke partijen terechtkomen. Ofwel zodanig op tijd zijn dat ze in de vorm van in ambtelijke adviezen worden meegenomen. He, dus dit van Bouwend Nederland, die zijn gewoon heel vroeg begonnen. Die hebben ministers ingeschakeld. Die weten dat er zoiets is als een energietransitie. En dat of het nou een linkskabinet wordt of een rechtskabinet, elk kabinet moet hier iets mee. Die waren op tijd. Dat gaat dus invloed hebben. Maar elke brief die je nu krijgt over nog zoveel 100 miljoen die kant op of die kant, dat heeft nul invloed. Nul. Ja. Maar het is natuurlijk interessant, is natuurlijk dat. Dat het natuurlijk, je zou kunnen zeggen, en een stapje naar achter doen, dan zou je zeggen, dit is voor Klaver voor goed nieuws. Voor Jesse Klaver met GroenLinks. Dat dus CDA-corriveeën en Wientjes, een bekende VVD'er, naar eigen zeggen heeft u, dat die zich dus hard maken voor de groene economie. Heeft dat in die zin impact op deze vier die nu daar zitten? Ik denk het niet. Ik denk dat welk kabinet... Ik geloof niet dat duurzaamheid het grote brekenpunt zal zijn in deze coalitie of in een andere coalitie. Elk kabinet zal door de bocht moeten op duurzaamheid en op energie. Het gaat hoogstens in de vormgeving van beleid kun je verschillen krijgen. En op welke manier en wanneer komt het in belastingen door? Hè? Moeten grote bedrijven meer energiebelasting betalen? Of moeten huishoudens meer energiebelasting betalen? Dan wordt het gevoelig. Maar dat er veel moet gebeuren, dat er investeringen nodig zijn, dat er ook best wat geld voor is, dat is niet zo geweldig gevoelig. Ja, nou, wat mij zo opgevallen is dat in de campagne was de hele groene agenda geen onderwerp. Het ging allemaal over integratie, de weet ik wat. En even een aardig voorbeeld misschien. Ik had een serie interviews met de lijsttrekkers voor de Universiteit Twente. Dat was Rutte. En dan vroeg iemand uit de zaal van... meneer Rutte, heeft u zelf ook zonnepanelen op uw dak? En Rutte begon zoiets van... Ja, maar ik woon in een appartement en dat is toch lastig. En toen zei die persoon van... Ja, maar je kunt toch gewoon met de Vereniging van Eigenaren. En toen zei Rutte... Ja, nou ja, misschien wel. Ik zal eens nagaan hoeveel me dat kan opleveren. En toen riep die student, nou ja, je kan het ook voor het milieu doen. Dus dat vond iedereen daar in Twente. Maar dat heeft hij helemaal niet. Nee. Dat Rutte, die wil gewoon in die oude auto van hem rijden. Dat is een oude bak. En die wil vlees eten. Dat zei hij daar ook. Dus het zit niet in hem. Ik denk wel, en het valt mij wel op... Grappig, hij begon in zijn strijd tegen Verdonk destijds nog met groen-rechts. Ja, maar dat heeft hij al... Daar heb je hem nooit meer over gehoord. Nee. Het zit niet in hem. Nee. Maar ik denk wel dat hij enorm... met druk vanuit het bedrijfsleven, nu met die brief, maar al veel eerder, dat hij wel ervoor zal zorgen dat nu in het regeerakkoord, als dat er komt, dat er meer aan groen wordt gedaan dan je misschien van tevoren zou verwachten. En in die zin denk ik dat voor Jesse Klaver wel een wind mee is. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven waarom duurzaamheid niet op de intentie, maar wel op de uitwerking best nog een issue wordt. Als je meer groene belastingen gaat betalen, dan raakt dat altijd mensen met een lager inkomen harder dan mensen met een hoger inkomen. Dus als je de inkomenseffecten dan ook nog eerlijk wil hebben, dan betekent dat dat je nivellerende belastingen moet gaan heffen. Nou, dan heb je gelijk je eerste conflictje, wel binnen. Dat is waar. Maar in dat kader las ik al iets dat ze proberen om dat dan heel gericht te doen naar de allerlaatste groepen en weet ik wat. Dus daar wordt kennelijk wel... aan geroken aan dat probleem. Ik ga het parkeren, het wordt natuurlijk steeds spannender die teaser, want we komen echt aan de hoofdbiefstuk van deze avond. Nou, zo gaat dat dus aan die onderhandelingstafel ook. Je zit te praten, je wisselt je meningen. Jij zegt wat ik vond. We parkeren ermee. Zegt Schippers van nou weer de volgende. Ja. Voordat ze ruzie krijgen, de volgende. Wij wel over anderhalf uur klaar zijn. Ja. Even nog, wat ik vond een fascinerende is, en hij is wat langer geleden is. Het is namelijk in die campagne natuurlijk wel gaan door D66 over het thema voltooid leven. Dat mensen die op latere leeftijd het leven niet meer zien zitten, daar zelf een einde aan kunnen maken. Het fascinerende was in dat we die hele campagnetijd hebben we daar de artsen niet over gehoord.
En vlak, dus het was na de verkiezingsuitslag, maar vlak voordat de formatie echt begon, dat ze achter de deuren gingen, verscheen bij Nieuwsuur de voorzitter van de Artsenfederatie. En ik denk dat u hem ook iets met de medische wereld te maken hebbende, meneer Bos, hem wel herkent. En daar gebeurde dit. Wij geloven in een zingeving bij ouderen en een betrokkenheid bij in de maatschappij van ouderen. En ik denk dat waardig ouderschap daarbij past. En ik denk dat voltooid leven daar niet een oplossing voor is. De kans is groot dat het CDA deel uitmaakt van het nieuwe kabinet. Ik weet vanuit dat CDA het voltooid leven initiatief van het huidige demissionaire kabinet niet steunt. En daar bent u blij mee? En daar zijn wij blij mee, ja. Ja, zelden iemand zo zijn pret zien onderdrukken. Het fascinerende is natuurlijk toch, en dat voltooid leven nog los van of Pechtold daarmee voet aan de grond kan krijgen, of hij daar het CDA mee zou mee kunnen krijgen. Rutte was ook niet heel enthousiast. Dit lijkt mij killing voor Pechtold. Als de artsen die dat eventueel moeten gaan uitvoeren zeggen, dat zien we eigenlijk helemaal niet zitten. Met andere woorden, wordt hem hier niet een deel iets uit zijn handen geslagen bij Pechtold? Nou ja, weet je, artsen kunnen natuurlijk altijd zeggen dat ze ergens niet aan willen meewerken. Althans aan zo'n regeling. Je kan het wettelijk vrijgeven of mogelijk maken. En dan kan de arts persoonlijk, als ik me niet vergis, beslissen of hij dat wil of niet. Dat deze man namens deze organisatie dit zegt, dat is een gegeven. Ik moet even denken aan een situatie, in een van de kabinetten Lubbers geloof ik, VVD, CDA, waarin euthanasie ook, euthanasie toen natuurlijk iets anders een probleem was. Daar kwamen ze niet uit en toen hebben ze een soort side letter bij het regeerakkoord gemaakt dat over euthanasie het in elk geval de leidraad van de onderhandelingen zo zou zijn dat het kabinet niet in gevaar zou komen. Punt. Dus geen inhoudelijke, maar wel een soort procedurele afspraak dat het kabinet er niet over zou mogen vallen. Dat kan je ook een vrije kwestie noemen. Misschien wordt dat het wel. De Bos? Ik geloof dat André Rauwvoet hier zelfs een keer gezegd heeft, hè, dat een vrije kwestie voor hem op dit onderwerp niet acceptabel zou zijn. Hè? Ja. Dat is dan de ChristenUnie. Ze willen gewoon als zij de regeringsverantwoordelijkheid dragen dat dit niet gebeurt. Ik heb dit initiatief gewoon in mijn huidige baan langs zien komen. Ik ben nu ziekenhuisbestuurder en ik kreeg op een dag ook een petitie ter ondertekening voorgelegd dat dit niet goed beleid was. En dat werd aan mij gepresenteerd als een medisch inhoudelijk verhaal met inderdaad een hele lijst artsen en professoren eronder die allemaal op basis van hun professionaliteit en hun baan hadden getekend. Er stond nergens politiek bij. En twee weken later kwam exact hetzelfde manifest, maar toen opeens met ondertekening van CDA en de ChristenUnie en de SP kwam in het nieuws. Dus er zat wel een politieke beweging onder en achter. Maar ik ben er zelf van overtuigd, ook zelf veel gediscussieerd hebbend met artsen hierover, dat er ook gewoon een heel inhoudelijk integere argumentatie achter schuil gaat, die je gewoon serieus moet nemen. En of het nou heel bewust getimed is dat dit tijdens de formatie komt, de discussie liep al wat langer. Het zal ze zeker niet slecht zijn uitgekomen dat het nu naar buiten kwam. Laatste punt, voordat we het echt gaan hebben over wat er nu daar gaande is en een groepsdynamiek en jullie ervaringen. Op dit moment is het een soort status quo als het gaat om de werkgevers-werknemers. Die zijn druk aan het onderhandelen geweest. Wat fascinerend is dat ze, ik had er een paar gesproken afgelopen maandag, en die zeiden, ja, we hebben het niet meer over een sociaal akkoord, maar een sociale agenda. Want het woord sociaal akkoord schijnt iets met een connotatie niet helemaal meer goed te vallen in. Oké. Ja, kijk u een beetje aan. Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee. Nee, nou ja, het is de enige, vind ik een van de weinige lobby's die, als men inderdaad iets presenteert in Nederland waar werkgevers en werknemers achter staan, dan kun je er gewoon niet omheen. En ook dat is precies het punt. Even dus, en vergeet even niet, hè, bij deze groep partijen die nu aan tafel zit, zit maar één partij die überhaupt iets heeft, hè, met die sociale partners, en dat is het CDA. GroenLinks, D66 en de VVD hebben eigenlijk niks met dat hele gepolder. CDA, PvdA, SP, dat zijn partijen die dat, de ChristenUnie ook nog wel, die er traditioneel iets meer mee hebben. Dus ik denk dat met name het CDA gevoelig zal zijn voor een polderakkoord. We kijken even naar Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. Die zat bij WNL op zondag, bij Rick Nieman. De werknemersorganisaties FNV, CNV zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. Die zeiden, we geloven het niet meer. Met veel bombarie, de polder zal onder water staan, et cetera. Naar die kwestie werd VNO-NCW-voorman Hans de Boer gevraagd door Rick Nieman.
Boers, VNO-NCW maakte deze week de kranten vol met Frankrijk. Maar ook weer, sfeer in de polder verziekt. De werkgevers zetten de polder onder water, zegt de CNV-voorman. Ja, hij begint te lachen. Het is een vrij technisch verhaal. Het heeft te maken met het doorbetalen van het derde jaar WW aan mensen die hun baan kwijtraken. De bonden zeggen, hey, we zaten te wachten op de handtekening van de werkgevers. Alles lag klaar en u wilde niet tekenen. En nou zijn ze woedend. De polder staat onder water. Ja. Hele grote woorden. Ik moet even met dit verhaal langs mijn bestuur. Want daar zitten de mensen die invulling moeten geven aan ja, hoe dat precies moet met dat derde WW-jaar. Dus ik heb met mijn bestuur afgesproken dat wij op 8 mei bij elkaar komen om het even goed door te nemen. De inzet is dat wij gewoon gaan tekenen. Ik moet dit even netjes doen. Ik vind het heel merkwaardig van de werknemers die zelf heel vaak in de weer zijn met allerlei bestuurlijke strubbelingen. Dat zij geen begrip tonen voor net bestuur. Ja, je zou kunnen zeggen, mensen, niets aan de hand, loopt u rustig door. 8 mei, dus aanstaande maandag gaan we tekenen. Meneer Wingelen, u loopt ook al een paar jaartjes mee. Kunt u dit even vertalen voor ons, want hier is meer aan de hand. Ja, ik weet het niet. Kijk, als hij zegt, en die Hans de Boer, dat is er wel een van recht toe recht aan. Als hij zegt, we gaan maandag tekenen, dan gaan ze maandag tekenen. En het is, waar het hier om gaat, is een vrij beperkte uitwerking van het vorige sociale akkoord. En nu werken ze aan een sociale agenda. Dat is minder verplichtend dan het akkoord. Dus ik denk dat het wel meevalt. Okay. Eerlijk gezegd. Hoe belangrijk is het, en vooral ook voor wie, dat er nog voordat een eventueel regeerakkoord komt, er ook dus een sociale agenda akkoord komt? Sorry. Ja, ik bedoel, stel dat over iets heikels als de verhouding van vast en flexibel of ontslagrecht. Als men daar in de Sociale Economische Raad, werkgevers en werknemers, als men daaruit komt en het niet een enorme afwenteling van de kosten op een andere groep is. Hè, dan is dat het. Dan neem je dat gewoon over. Maar het pensioenstelsel, dat is natuurlijk ook zo'n heet hanger. Wat er niet uitkomt, want daar zijn ze het nog niet over eens, denk ik. Maar even technisch gezien, zoals we nu zitten praten, gaan vanuit dat deze formatiepoging lukt. We gaan ook andere scenario's vanavond doornemen, maar toch. Je kan ook denken, in ieder geval verdenken de werknemers Hans de Boer ervan, ja, hij is aan het vertragen, want als er eerst een regeerakkoord komt. Dat is de perceptie, als er eerst een regeerakkoord komt, dan staan we als werkgever er beter voor in een mogelijke onderhandeling. Ik weet het niet, hè, maar het zou mij niet verbazen wat er aan de hand is. Volgens mij is het enige onderdeel van dit akkoord, wat dus verder niemand nog gezien heeft, hè, het enige onderdeel van dit akkoord wat wel naar buiten is gekomen, is die verlenging van die WW-periode met een jaar, waar dan onder andere werkgevers voor moeten betalen. Ik denk dat er best een paar werkgevers zijn die willen weten of er ook onderdelen in dat akkoord zitten waar zij wat aan hebben. Die op hun mensenlijstje stond. En als je dus nu al akkoord gaat met iets wat je geld kost en je moet nog maar afwachten wat je krijgt van je eigen wensenlijstje, ja, dan ben je al iets verloren voordat je weet wat je krijgt. Ja. Onderhandelingstechnisch begrijp ik dat wel, dat je eerst even wil zien of er ook iets van je eigen gading bij is. Werkgevers hebben het al tijden over dat ze tweede jaar ziektewet moeten betalen bijvoorbeeld. Hè. Gaat dat dan weg? Maar waarom zou Hans de Boer in dat geval, want ik snap wel wat je zegt, maar hij neemt weinig ruimte zelf. Hij zegt gewoon, ja, we moeten, en we gaan het maandag tekenen. Dat kan zijn dat hij maandag zegt. Hij zei, we gaan maandag tekenen. Ja. 8 mei. Het kan zijn dat hij maandag zegt van ja, het valt tegen. Ik weet het niet. Ik weet het op. Maar even niet. Simpel gezegd, het laatste punt hierover. Het gaat er even over dat hoe belangrijk is het dat zo'n akkoord er komt? Nou, als het over belangrijke onderdelen van sociaal-economisch beleid eens zijn, dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk. Dan wordt het vaak gewoon integraal als agent. Ja, lijkt mij wel. Als werkgevers, werknemers. Behalve als iedereen het. Nederland heeft in vergelijking met andere landen dingen kunnen regelen op sociaal gebied en op arbeidsmarktgebied. Een arbeidsvoorwaardelijk gebied waar in andere landen geweldige arbeidsonrust over uitbreekt. Ja. En waar men hier betrekkelijk vreedzaam de boel bij elkaar poldert. En als het dan ook qua kosten en zo allemaal een beetje hanteerbaar is, dan neem je dat gewoon over. Het scheelt je zoveel gedoe. Ja. Dan gaan we naar het volgende. Ik wil met jullie ook hebben, want we hebben het nu eigenlijk over allerlei instellingen en organisaties die dus invloed proberen uit te oefenen. Nou, daar hebben jullie het een en ander over gezegd nu al. Nu gaan we ook kijken naar wat er gebeurt binnen de partijlobby's. We zien bijvoorbeeld, even heel kort, Lisbeth van Tongeren, GroenLinks. Dat is eigenlijk van de lijst weggezet. Ja. Onverkiesbare plaats. Door een actieve campagne kwam ze toch weer hoog op de lijst. En dat geeft waarschijnlijk ook een boost aan zelfvertrouwen. En dus ging ze tijdens de formatie hoogst ongebruikelijk, zei ze dit.
Wat ik lees in het rapport van de onderzoeksraad is dat de schadeafhandeling nog één onoverzichtelijke, mag ik het bende noemen, is dat dat niet lukt om dat goed op orde te krijgen, dat de bevolking nog steeds zich niet veilig voelt, maar ook niet veilig is. Wat er zou moeten gebeuren is de gaskraan onmiddellijk dicht naar 18 miljard kuub en die schadeafhandeling helemaal weghalen bij de NAM, hen verplichten om flinke bedragen in de schadefonds te stoppen. En in één keer morgen naar 12 lukt niet, omdat dan inderdaad mensen niet meer kunnen koken en verwarmen. Naar 18 miljard kuub gas kan wel, dus dat zou onmiddellijk moeten gebeuren. U zit nu aan de onderhandelingstafel, dus u kunt het nu inbrengen. Loop nog een paar minuten door. Ferry Mingelen, jij bent iemand die ook rondom die patatbalie, want daar was dit, dat is, ja. Rondhangt. Hangjongeren ben je daar. Is dit nou iemand die gewoon in de enthousiasme zich even niet kan bedwingen, of is dit toch meer strategisch wat we zien? Haar kennende, denk ik een beetje het eerste. Dus, je hebt een enorm probleem, een dramatisch probleem in het noorden. Daar is iedereen mee bezig en die gaskraan die gaat voor een deel dicht, dat is nu al aangekondigd. En zij zegt dingen waarvan toen ik het las en zag, dacht ik van ja, zo bijzonder is dat niet. Is eigenlijk al gebeurd, alleen het is op een moment en in een omgeving waar alles gevoelig is. En dus kunnen Kamerleden die niet bij de onderhandelingen zijn betrokken en eens meer die er wel bij zijn betrokken, beter hun mond houden. Want dit geeft allemaal ruis. De mensen gaan zeggen van ja, bedoel je dat nou? En wat moet Jesse daar dan mee? En het geeft allemaal gedoe. Het is nergens voor nodig. Die hadden we gehad. En toen hadden we daarna natuurlijk met de nieuwe Kamerleden Zini Usdeel, kerstvers voormalig columnist, schrijver van allerlei boeken, is nu kerstvers GroenLinks Kamerlid. En die hield zijn maiden speech. En remind you, de formatie was dus al gaande. En toen zei hij dit. Want onze westerse Europese beschaving was voor onze rechtse vrienden niet meer de moeite waard om te verdedigen. Omdat zij ervoor kozen om achter een andere ideologie aan te rennen. Die ideologie, voorzitter, is regressief. Regressief is trouwens een mooi woord voor achterlijk. Deze, zeg maar, achterlijke ideologie heeft ook een god. De god van de almachtige, alwetende vrije markt die zegt... Bekijk het maar. Het is ieder voor zich als je pech hebt. Er is... Ja, dat loopt nog een tijdje door. Wouter Bos, weer eigenlijk dezelfde vraag bij Van Toren. Moeten we dit inderdaad, dan wordt hier natuurlijk ook wat nu gelachen. Is dit gewoon een fris, vrolijke nieuw Kamerlid? Want met die rechtse vrienden, daar zit er toch op zijn minst één van nu aan de formatietafel met zijn partij GroenLinks, namelijk de VVD. Ja. Ja, en dan zegt Jesse, ach, dat is een fris jong Kamerlid, laat hem even. Punt. Ik spreek hem morgen wel even en zo. Maar klaar. Het is natuurlijk wel een klein foutje. Ja. Klein foutje, ja. Niet wrijven, het wordt een vlek. Ja, gewoon laten gebeuren. Ja, ja, maar het is heel, je ziet, het is een soort gouden regel van kabinetsformatie. Tijdens het formeren moet je even geen standpunten innemen over helemaal niks. Want dan wordt er meteen een winst- en verliesrekening geopend als je wel een standpunt hebt. Ik vind wel een verschil met Lisbeth van Toorn. Zij had het echt over beleid. 18 miljard. Ja. Hij heeft het meer over een houding, een mentaliteit. Ja. Die man staat er voor het eerst en die heeft een naam met kritische boeken. En dat wil hij even laten blijken. Vind ik minder erg. Ik weet niet of je nog met een derde voorbeeld komt. Want nee. de echte, vind ik, meest riskante uitspraken die door GroenLinks de afgelopen maanden gedaan zijn, komen van de grote leider zelf. Jesse Klaver heeft vlak na de verkiezingen bij het toespreken van, ik denk, een congres of een bijeenkomst, heeft hij gezegd, ik ga niet regeren om het allemaal maar een beetje minder rechts te maken. Ik wil dat er op klimaat, eerlijke inkomensverdeling en vluchtelingenbeleid serieus andere koers gevaren wordt dan de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk. Ik heb al een aantal VVD'ers horen zeggen, ja, als je dat alle drie wil, dan kunnen we net zo goed nu ophouden met formeren. Want dat zijn nou net de drie punten waar de andere partijen een diametraal tegenovergesteld wensenlijstje hebben. Dat is echt scherp aan de wind varen. Om op punten waarvan je weet dat ze pijn doen bij je tegenstander, te zeggen dat je daar het minst compromis bereid bent. Dat doe je eigenlijk niet in de publiciteit. Ja, dat ben ik niet met je eens. Want hij is partijleider en ik vind hij formuleert een onderhandelingsinzet. Ja. Hij zegt niet het is een breekpunt of weet ik wat. Hij formuleert wensen op een wat scherpe manier. Ik heb niet het idee dat waar het inderdaad wat scherp was, dat andere partijen daar op die manier aanstoot aan hebben genomen. Dat ze zeiden, god Jesse, wat doe je? Ze weten allemaal dat dit zijn punten zijn en hij heeft het nog eens even flink aangezet. Helpt hem in de onderhandelingen. Maar Ferry, mijn punt is niet...
dat hij dat niet moet zeggen of zo. Als hij dat vindt, moet hij dat wel zeggen. Mijn punt is wel dat je beperkt daarmee je eigen mogelijkheden als onderhandelaar. Ja, dat hangt er vanaf welke tactiek je natuurlijk kiest. Ja. Nou ja, je trekt een rode lijn al voor jezelf, ja. Hè, waar je aan gehouden zult worden door de buitenwereld. En het is veel heel pragmatisch is het veel prettiger als je zelf mag uitmaken waar je aan gehouden wordt. En dat presenteert op het moment dat je met het resultaat naar buiten komt en de hele wereld vertelt hoe goed het is. Dan dat iedereen zelf kan gaan zitten afstrepen ten opzichte van een standpunt wat je eerder hebt ingenomen. Of het nou wel zo goed is waarmee je thuis komt. Dus ik kan me van u, ik ben in die zin wel consequent. Ik kan me van u nog wel een aantal uitspraken herinneren. Dat u dat zei, ik wil het allemaal voor iedereen een beetje eerlijker maken. Dat zijn natuurlijk inderdaad uitspraken waar je moeilijk aan gehouden kan worden. Precies, ja. Ja, ja. Briljant onderhandelaar aan mij verloren gegaan. Ja. Ja. Even toch, hè, want... Ik zeg even tegen de techniek, we gaan even een klein stapje maken. Maar geen paniek, want... Dat punt naar Klaver is al een paar keer gemaakt. Komt nu ook een beetje langs. Hè? Een jonge, frisse partijleider van een relatief jonge partij. Een fusiepartij van alle andere partijen. Is hij wel genoeg leiderschapskwaliteiten? Kan hij die kikkers, de Van Tongeren van deze wereld in de kruiwagen houden? Hij wil ook een congres. Hè? Direct als er een akkoord komt, wil hij het akkoord voorleggen aan het congres. Vinden heel veel mensen ook al een doodeng idee. Dan gaan allerlei andere mensen. Maar het fascinerende was natuurlijk dat in deze media-luwe, journalistiek-luwe periode... werd natuurlijk getrakteerd werden op de dikke ik in de casus, oftewel Henry, ook wel Henny Keizer genoemd. Hier zien we hem. Normaal gesproken komt hij zo het binnenhof oprijden. Dat is tegenwoordig iets anders. Namelijk, dat ziet er namelijk nu zo uit. Hij heeft de auto van zijn vrouw meegenomen. We hebben het natuurlijk over de partijvoorzitter van de VVD. Ik ga het u allemaal besparen. De inhoud heeft u ongetwijfeld allemaal erg te lezen. Het komt erop neer dat hij een buitengewoon lucratieve deal heeft gesloten waar hij allerlei verschillende rollen aan had genomen. Nou, er is in ieder geval hangt daar de, nou ja, toch wat onfrisse lucht omheen of dat nou allemaal wel netjes gegaan is. Of hij niet op een makkelijke manier zijn zak gevuld heeft. De VVD stond een week lang in het nieuws. Heeft dit enig effect? Ik bedoel, zou ik Klaver kunnen zeggen op vragen over zijn leiderschap? Ach, Rutte. Kijk, nou, probeer nou maar je eigen voorzitter een beetje in het gereel te houden. Dus daarmee... Nee, dat denk ik niet. Het zou mij verbazen als dat zo werkt. Ik bedoel, zeker als je zo'n punt... denk ik dat dit voor de formatie en het kabinet geen betekenis heeft. Het is natuurlijk voor de VVD als zodanig, die al zo vaak met integriteitsproblemen geconfronteerd zijn, is dat vervelend. Maar goed, gelukkig voor hen, het is nu geen campagnetijd. Dat komt volgend jaar weer. Ze mogen hopen dat dat dan een beetje is weggaat. Maar voor de onderhandelingen lijkt het me niet, en je gaat dat zeker niet uitspreken, toch? Dat denk ik. Nou, nee, ik denk het niet. Niet bij een partijvoorzitter. Nee. Dat is, weet je, jij hebt jouw problemen, ik heb mijn problemen. Precies. Dat is een beetje de houding dan. Nee, want die van jou komen ook nog. Je kunt wel iets over elkaars ministerskandidaten en zeggen. En dan zijn we nu toe aan het echte grote onderdeel van dit programma. Wouter Bos, we hadden elkaar vanmiddag aan de telefoon. En toen zei je tegen mij, ja, ik wil echt toch één fragment even terugzien. Dat is namelijk de uitslagenavond. Werd er rond middernacht nog allerlei interviews gedaan. Waar mensen, dus de partijleider van de eerste keer, reageerden eigenlijk op die uitslag. En we kijken naar de heer Buma. En die is in gesprek met Marielle Tweebeek. Maar Lodewijk Asscher zit daarnaast. En dan gebeurt dit. Het vormen van een kabinet in deze tijd met zoveel partijen iets anders is dan, ik heb het ook wel vaker genoemd, vroeger was het zo, het CDA was de grootste en die keek dan naar links of naar rechts en besloot na de verkiezingen hoe we doorgingen. Dat was vaak naar rechts. Liefst, precies, en als het moest dan keek je ook naar links. Ja, als het echt moest. En die tijd is vertrekt voorbij. En misschien is dat ook wel goed, maar dat betekent dus een totaal andere manier van formeren. En dat is wel van belang. Ja, als iemand weet dat het CDA in sommige gevallen liever naar rechts kijkt dan naar links, bent u het? Nou ja, de reden dat ik dit een interessant fragment vond, wat mij die avond meteen bijbleef. Ik denk dat wat Buma hier zei was, het CDA maakt niet meer uit wat voor kabinet er komt. Hè. We staan niet meer centraal. Dat, puur cijfermatig klopt dat wel. Maar hij zei ook iets anders. En dat is iets wat... Ik heb politicologie gestudeerd en je leert dan een paar wetmatigheden in de politiek. En de Amsterdamse hoogleraar Doud heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw een keer een wet geformuleerd. En die is de Nolens-Volens-doctrine gaan heten. En dat was een wet die probeerde te duiden welke rol het CDA speelt bij coalitievorming in Nederland. En hij verwees toen naar een Rooms-katholieke leider in 1925 of zo. En die meneer die heette Nolens.
En die had de keus om een coalitie over links of over rechts te sluiten. Het kon allebei. En er is een prachtig citaat in oud-Nederlands van die man, waarin hij zegt, nou ja, het kan dan wel, allebei de kanten op. Maar natuurlijk ga ik over rechts, want over links ga ik alleen maar in uiterste noodzaak. Als ik echt niet anders kan. En Daud zei dat het een constante in de Nederlandse politiek is, dat als het CDA de keus heeft, en je hoorde hoe goed zowel Asscher als Buma die geschiedenis kent, als het CDA de keus heeft, zullen ze altijd voor de meest rechtse optie kiezen van de die er in termen van coalities mogelijk is. En de reden dat ik dit interessant vind, is dat ik het fascinerend vind hoe de afgelopen weken iedereen zich afvraagt of VVD en GroenLinks wel samen kunnen. Dat is volgens mij helemaal niet het issue in deze formatie. Het issue is of CDA en GroenLinks samen kunnen. Die VVD'ers die zijn totaal pragmatisch over het sluiten van compromissen. Die zien niet zoveel verschil tussen GroenLinks en PvdA. Dat zijn allemaal linkse rotjongens die je een beetje in de gaten moet houden. En ze hebben toch de premier, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het CDA heeft de grootste verkiezingsnederlaag ooit geleden, een paar jaar geleden. Heeft nu met heel veel moeite 7 zeteltjes gevonden. Door zich gewoon knoert rechts voor te doen als een soort beschaafde variant op de PVV. Geen partij die feller tegen rekening rijden is dan het CDA. Geen partij die feller tegen een aantal andere typisch linkse wensen is dan het CDA. Buma zelf is echt ook zelf knoert rechts. Helemaal uit de school van Maxime Verhagen komt hij. Dat is echt de kwetsbare as van het gesprek wat op dit moment plaatsvindt. En als deze formatie strandt, dan is het niet omdat de VVD niet wil. Die hebben al lang geaccepteerd dat ze toch met de linkse partij moeten. En zolang ze de premier leveren, vinden ze het niet erg. Als dit strandt, is dat omdat het CDA niet wil. En A, hebben ze dus een alternatief, namelijk met de ChristenUnie. En B, ik denk dat het CDA doodsbang is om in een coalitie terecht te komen met 3 liberale partijen. En VVD, D66, GroenLinks is 3 keer liberaal. Dat is voor het CDA, dat snijdt ze dwars door de ziel. Dus volgens mij is nu een wedstrijdje Pechtold-Buma aan de gang. Houdt Buma het langer vol met zijn weerzin tegen GroenLinks, of houdt Pechtold het langer vol met zijn weerzin tegen de ChristenUnie? Ja. En dat allemaal met dat ene fragment. Ja. Nee, er zit zoveel. Ik moet even. Ja. Ik gooi mijn reddingsboei uit, Ferry. Maar laat ik dan nog één. Maar mag ik dan nog één ding aan toevoegen? Ik hoor ook wel eens iets uit Den Haag. Echt waar? En die berichten van. Nee, maar die berichten van vanochtend over die vertraging in informatie. Wat zeggen nou de mensen die het hebben over die vertraging? Die vertraging die komt dus helemaal niet bij GroenLinks vandaan, bijvoorbeeld. Die vertraging komt bij het CDA vandaan. Het CDA is op dit moment de vertragende partij in de formatie. Nou, dat sluit aan, denk ik, bij. Of ik word voorgejokt, kan ook. Ja, ja, die indruk heb ik ook. Maar wel een goed verhaal, hè? Het is een heel goed verhaal. Nee, maar even eerlijk toch. Maar het gaat van alle partijen. Want we hebben gekeken welke partijen laten toch iets lekken. Of via een krant of oude corrivee, ja. Of weet ik wat. CDA hoor je echt helemaal niets van. Dus ook niet in de zijlijn, oude corriveeën die opgetuigen. Je hoort niks. Maar puur het vertragen. Welke strategie ligt daaronder? Wat doe je dan? ChristenUnie aan tafel krijgen. Wat zeg je? GroenLinks uitroken en ChristenUnie aan tafel krijgen. Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan kan je juist opschieten. Want hoe sneller je werkt, hoe sneller je bij een breekpunt bent. Maar je wil niet als partij de Zwarte Piet krijgen. Nee. Voor het feit dat een populaire partij afvalt. Hè? Dus je wil. Ik denk dat als Buma wil dat dit mislukt, dan wil hij dat Jesse Klaver zelf die conclusie trekt. En niet dat hij op een gegeven moment voor de camera's moet zeggen dat hij niet met Jesse Klaver exact, wil. Exact. Dat zijn hele delicate processen. Dat is waar, maar ik ben het met je eens. Maar de vraag of je dat bereikt door te vertragen of juist te versnellen, die kan je niet beantwoorden. Want ik heb de indruk dat het rustige tempo ook van Schippers zelf afkomstig is. Het zijn een soort snuffelstages geweest. Ja. Mensen moeten ook aan elkaar wennen. Dat is wel ook een rol. En over het CDA, was een goed verhaal. En ik ben het met je eens. Maar ik heb zelf. Wat ik dan wel zo of. Dat het besef dat het met de ChristenUnie toch ook wel een riskante avontuur wordt. Met één zetel meerderheid. Ik geloof er echt helemaal niks van.
Eén zetel meerderheid is nog nooit een probleem geweest bij kabinetsvorming in Nederland. Het is al meerdere keren gebeurd. Ja, men heeft natuurlijk wel gezien hoe het Ik denk dat men de ChristenUnie een stabielere partijcultuur, terecht of onterecht, toedicht dan GroenLinks. En er is nog, het valt hem even af, maar er is nog één element waarvan ik denk dat het onderschat wordt. Jesse Klavers grote probleem in deze onderhandelingen is dat er een rechtse kamermeerderheid is. Dat hebben we eigenlijk in geen jaren gehad. Hè. We hadden altijd nog in de Kamer wat dan een hagelslagcoalitie heette of een regenboogcoalitie. Dat je met alles en iedereen bij elkaar optellen. En dan was de ChristenUnie ook even links en de Partij van de Dieren ook. En als je dan allemaal achter, dan had je net 76 zetels en dan kon je op bijvoorbeeld asielzoekers nog iets regelen. Dat is nu ook niet zo. Hè. Er is gewoon een dikke rechtse meerderheid in de Kamer. Dat betekent voor Jesse Klaver dat alles wat hij wil bereiken de komende jaren, moet hij in een regeerakkoord vastleggen. Want alles wat hij niet in het regeerakkoord vastlegt, verliest hij in de Kamer. Dat wordt dus een bijbel van een regeerakkoord. Nou, je ziet het, Buma ziet het gebeuren, joh. Dat wil hij niet. Al die linkse mensen worden nog opgeschreven ook, dat hij zich eraan moet houden. Ja. Ja. Ja, het afgelopen regeerakkoord was ook een van de dikste. Dat heb jij geschreven. Dat was hartstikke dun. Nee, het was een van de dikste. Heel goed. Maar goed, aangedikt in de laatste week. Ja. Mijn indruk is wat anders. Ik ben het eens met je analyse. Maar mijn indruk is toch dat het niet zo eenzijdig ligt bij het vertragende factor van het CDA. Maar dat het CDA een probleem, een lastige positie heeft versus GroenLinks. En versus de andere partij, dat is zeker waar. Nou, wat ik hoor is toch dat die mannen en die ene vrouw wel naar elkaar toe groeien in het besef dat dit wel serieus geprobeerd moet worden. Maar je weet inderdaad nooit of diep in hun hart of Buma of Klaver denkt van ja, we gaan zo lang door als het mogelijk is. Maar het gaat niet lukken. En daarom hoor je ook al half juni. Dan is het echt voorbij en dan begint de volgende fase. We gaan natuurlijk ook even de vergelijking maken met de formatie waar u nou bij betrokken bent geweest. Dat was enorme tijdsdruk. Ze zijn eigenlijk nauwelijks die kamers zijn jullie ongeveer uit geweest. Als je dat vergelijkt met nu, er is geen tijdsdruk, geen crisis. Ze verroepen allemaal, we nemen de tijd. Nog twee verschillen. We hadden enorme tijddruk, Europa was in crisis. We moesten we hadden geen minister die in Brussel kon onderhandelen, die zich gesteund wist door een parlementaire meerderheid. Dus we moesten een kabinet met een mandaat hebben, snel. Het tweede was, toen waren het twee partijen, nu zijn het er vier. En tussen die twee partijen waren er ook nog een keer twee partijleiders die eigenlijk al van elkaar hielden. Daar heeft Lucky TV nog prachtige filmpjes over gemaakt. Maar daar was heel groot onderling vertrouwen. Dat helpt ook als je tempo wil maken. Een derde wat verschil met vandaag is, er was eigenlijk geen andere coalitie mogelijk dan die PvdA-VVD-as. Ze hadden er nog een derde partij bij kunnen vragen. Hè? Maar dat het die twee partijen zouden zijn, daar was geen alternatief voor. Als je zit te onderhandelen en weet dat je eruit moet komen omdat er geen alternatief is, ja, waarom zou je dan traag gaan onderhandelen? Al deze elementen die we nu, aangevuld door jou, even bij elkaar zetten. Als we nu kijken, zien we natuurlijk door het rustige tempo, maar ook, er komt een reces doorheen. Ja. Tragisch overlijden natuurlijk van de moeder van Jesse Klaver. Maar met andere woorden, je kan. Papadag, hè? Papadag ook nog. Ja. Het is heel ingewikkeld, lijkt mij, om ook als informateur, in dit geval Edith Schippers, om ook een soort ritme in die onderhandelingen te krijgen. Jou was de partij tot elkaar veroordeeld. Als jij er nu als oud-informateur naar zit te kijken, dus elke keer een paar dagen zitten, 13,5 dag effectief geonderhandeld in 51 dagen. Je kan zeggen, dat is fijn, dan is er ontspanning, geen druk. Maar je kan ook zeggen, soms misschien juist die druk juist een extra waarde om goed te formeren. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ons in 2012 heeft het ons geholpen. En toen voelden we ook allemaal wel, het moet snel. Want Nederland moet meedoen aan de steunoperatie voor Griekenland. En willen we dat wel? En overleeft de euro dit? En wat vinden we er eigenlijk als Nederland van? En zo. Die druk werd enorm gevoeld. En ik weet dat binnen de Partij van de Arbeid een heleboel mensen ook bang waren dat het te snel zou gaan. Ik was er op verkiezingsavond bij in Paradiso toen Diederik die uitslag op tv zag komen en daar stond Hans Spekman bij. En dat was het gesprek van, we weten allemaal waar dit op uit gaat lopen. En werkelijk echt gedurende die avond, het ene moment zeiden de leiders van de Partij van de Arbeid, ja, als we toch al weten waar dit op uit gaat lopen, kunnen we net zo goed snel zijn met die formatie. En een ander moment zei ze, ja, maar als het snel gaat, kunnen de mensen ons niet meer volgen. En dat ging heen en weer en uiteindelijk koos men, we gaan toch snel.
Heb je daar spijt van? Ja, dat het zo nee, ik ben net voor. Daar wou ik ja, jij vraag. Zei, ik mocht ook dat een vraag stellen. Ik wou uw goede vriend natuurlijk Balkenende citeren met de wetenschap van nu terugkijkend. Wat had je wellicht anders gedaan dan je gedaan hebt? Heb je in die formatie. Dus. Dat is de goede vraag. Waar heb je spijt van? Ik heb het tempo niet bepaald hè, als informateur. Ik denk dat Mark en Diederik wel zich een aantal keren zullen hebben afgevraagd of ze in die allervroegste van de fase van die formatie al was maar een paar dagen langer hadden moeten nemen om uit te leggen waarom alle alternatieven niet konden. Wat je als politicus, als je een aantal jaren in Den Haag zit, dan ga je de bekendheid die de mensen in het land hebben met het Haagse politieke systeem, ga je overschatten. Je denkt dat iedereen snapt wat jij snapt. Terwijl heel veel mensen in Nederland snappen het verschil tussen oppositie en regering niet. Of dat het feit dat je een verkiezing wint niet betekent dat je meteen mag regeren. Dat zijn voor ons allemaal hele heldere dingen. Maar een heleboel mensen vinden dat bar ingewikkeld om te begrijpen. En als je dan dus PvdA en VVD, die eerst heel hard campagne tegen elkaar hebben gevoerd, wij spreken op de avond van de verkiezing al in elkaars armen ziet vallen, dan is dat sneller dan mensen kunnen meemaken. En als de SP... Of zelfs opmerkingen van mensen die goed ingevoerd worden. En als de SP... Nee, maar hoe gaat dat? Hè? Als de SP dan roept, ja, maar wij willen ook regeren, bijvoorbeeld met GroenLinks en de Partij van de Arbeid en het CDA en zo, hè, wat ze toen deden. Dan weet iedereen in Den Haag dat dat niet realistisch is, omdat bijvoorbeeld CDA en SP, het CDA helemaal niet met de SP wil. Maar het is niet uitgelegd. En het bleef dus hangen, al dat soort geluiden over dat het misschien ook op een andere manier had gekund. Die bleven dus hangen. Van dat u niet het beter uitgelegd heeft, jullie met z'n allen. Ik denk dat het op z'n best een paar dagen had geschild. Ik denk dat die allereerste stap van waarom is dit de enig mogelijke coalitie, dat daar meer tijd aan besteed had moeten worden. Maar het interessante is natuurlijk dat u twee formaties heeft meegemaakt. Eigenlijk drie, en dat was ook als informateur. Dus één keer die mislukte. Één keer dus succesvol als in een coalitie. En nu zijn de eerste take die we nu krijgen rond die formatie, die lijken een beetje op 2006. Namelijk dat ze met een soort cirkelbeweging om de hete brei heen gaan, vertrouwen creëren. Zo zat u dus destijds onder leiding van Herman Wijfels. Zaten jullie in Beesterswaag. Ja. Balkenende 4 was in de maak. Met Rauwvoet, Bos, Balkenende. Ja, those were the days. Hè? Ja. Niet nog meer van. Maar het punt is, je ziet dat daar dat ze dus eigenlijk een soort strategie hadden van formeren wat nu ook een beetje gebeurt. En het interessante is dat u natuurlijk tussentijds iets heel anders heeft gedaan. Inmiddels het beroemde kaartspel. Ja, maar vergis je niet. Wij in 2006 zijn we inderdaad met ChristenUnie, Partij van Arbeid en het CDA in een hotel in Friesland gaan zitten. Ja. Daar hebben we ook hoe lang niet uitgelegd. Ik denk 2-3 weken daar gezeten of zo. Zoiets. Hè? Maar daar ging een hele fase aan vooraf. En die was, toen was het nog niet die drie partijen. Maar toen was bijvoorbeeld de vraag nog of de SP mee zou gaan regeren. Die is gewoon in Den Haag, heeft die plaatsgevonden. Tamelijk klassiek. En eigenlijk vergelijkbaar met wat je nu ziet. In de zin dat het klassieke patroon van Nederlandse formatie is dat je eerst een heleboel tijd besteedt aan de combinaties die het niet worden. Voordat je toekomt aan een combinatie die het wel wordt. Dat hebben we toen ook gehad. Toen zijn er eerst eens met de SP, CDA en Partij van de Arbeid gepraat. Wilde de SP uiteindelijk niet. Toen kreeg GroenLinks de kans om in te stappen. Ging Femke op vakantie. Ging dat niet door. En toen bleef ChristenUnie over. Bizar ook. Ja, maar zo is het gegaan. Ja. 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 Ja, en Marijnis was ook wat ingewikkeld, geloof ik. Sorry, deze geeft Femke toe. Hoor. Dat is niet flauw van mij. Ja. Wat niet toe wordt gegeven is dat u herhaaldelijk Marijnis heeft proberen te telefoneren. Een bizar verhaal. Ja. Maar hoe zat dat? SP had, hoeveel zetels? 25 of zo? Heel veel. 2006, ja. Ja, ja, 2006. Ja. En er was dus de meest logische coalitie om mee te beginnen te onderhandelen was CDA, SP, Partij van de Arbeid. En hoewel wij best ook tegenover de SP hadden gestaan in de campagne, was dat voor ons eigenlijk best een aantrekkelijke optie. Omdat je dan links had een meerderheid in die coalitie. SP en Partij van de Arbeid samen zou gewoon sterker zijn dan het CDA. Dat is waarschijnlijk precies de reden waarom het CDA dat niet wilde. Maar voor ons was het aantrekkelijk. Dus wij koersten erop af om daar eerst energie in te steken en dat af te tasten. En ik heb toen 2 weken lang geprobeerd om contact te krijgen met Jan Marijnissen op alle telefoonnummers die ik van hem had.
Ik weet dat Diederik, waarvan wij toen dachten dat hij het meest thuis was in de SP-gelederen, die is er ook nog op afgestuurd om echt letterlijk door die gangen van de SP heen te lopen op zoek naar Jan Marijnissen om te zeggen, Wouter Bos wil met je praten en wil de onderhandelingspositie afstemmen. Dat we samen, dat we ons niet uit elkaar laten spelen. En Jan heeft zich onbereikbaar gehouden voor mij, al die weken. En dat blijft merkwaardig. Hij heeft er later één keer iets over gezegd in een uitgebreid interview met Volkskrant, dat de SP nog niet klaar was om compromissen te sluiten. Nou, daar zijn ze nu inmiddels enorm aan toe. Ja. Hè? Ja. Maar dat is, dat is ongelooflijk jammer. En dat is toch bizar. Maar even voor de, je bent gehuisvest in hetzelfde gebouw en telefoon. Ja. Dat hebben we bij elkaar echt alles geprobeerd. Goed. Ik wil even naar de inmiddels beroemde, volgens sommigen gelauwerde, volgens anderen weer beruchte kaartenspelsystematiek, hoe u een kabinet in elkaar zet. Daar was de jongstleden bij Nieuwsuur, volgens mij 1 of 2 weken geleden was daar een uitzending in, zat u zelf ook in. Maar daar waren wat mensen die reageerden nog even over uw manier, tenminste als informateur, van het kaartenspel van Bos. Dat is wel in wrijven allemaal. Komt-ie aan. De drie oud-informateurs zijn blij dat de politiek geleerd heeft van 2012. Toen was er een snelle, geheimzinnige formatie waarbij PvdA en VVD standpunten uitruilden. Dat nooit meer is nu het devies. Ik vond dat geen goede methode. Als je gaat uitruilen, je doet het een op jouw manier en het ander op mijn manier, dan krijg je een onsamenhangend verhaal wat je in de samenleving niet kunt vertellen. Want dan zegt de ene partij, ja, we hebben daar wel voor getekend, maar het was eigenlijk hun idee. In die zin onderschatten, denk ik, politieke partijen wel eens, en zeker in 2012, dat het uiteindelijk gaat ook om de maatschappelijke acceptatie en dat zij daar de representanten van zijn. Ja, en dat hebben ze onderschat. Dat hebben ze onderschat. Ik denk dat het niet echt de goede lijn was. Dat men daar heeft gekaart met elkaar. Ja, dan moet je wel de goede kaarten trekken. En dat is niet gebeurd. Kennelijk is dat niet gebeurd. Ja, dus Ferry Ming, ik begrijp uw standpunt, kameraad, maar ik kom even bij Ferry Ming uit. Dit wordt nu een... Ik mag wel even, zou ik zeggen. Ja, okay. Je bent even geparkeerd. Hij is al zo lang aan het woord. Maar kijk, er wordt hier toch een soort karikatuur nu van gemaakt dat ze daar bijvoorbeeld met sigaar rokend hebben zitten klaar voor jassen. Ja. Kunt u je licht eens op laten schijnen? Is het nou de reden geweest dat het kabinet de 4 jaar heeft volgemaakt en uiteindelijk de economische crisis te lijf is gegaan, et cetera? Of is het inderdaad... De reden dat het zo snel is gegaan? Dat... Nou ja, is het kaartspel van Bos, om het zo maar te zeggen, een van juist de succesfactoren geweest onder het afgelopen kabinet, wat sinds mensenheugen is de 4 jaar volgemaakt? Of zeg je, daar is gekwartet met idealen en belangrijke standpunten? Nou, ik vind dat je het succes van dit kabinet niet direct kan relateren aan de manier waarop toen geformeerd is. Er waren allerlei factoren. Maar de manier van formeren had voordelen. Ik heb zelf wel eens gedacht, het feit dat jullie als informateurs en jij met name toch een beetje trots was op de manier waarop dat was gegaan met die kaarten. Dat heeft een beeld gecreëerd dat later heel hard in jullie eigen gezicht is teruggeklapt in de strijd tussen Asscher. We hebben het ook niet naar buiten gebracht, hè? Als informateur. Oh, ik dacht dat jij daar wel eens had verteld hoe Diederik dat... Diederik heeft hoe dat 2 jaar later in een interview gezegd. Oh, oké. Nou ja, goed. Maar dat is dus heel hard teruggeklapt, omdat toen de indruk ontstond van ja, dat is toch te makkelijk met standpunten. En Asscher heeft Samson in de lijsttrekkersstrijd in november verweten dat hij de principes van de PvdA heeft weggekaart. Ja. En er zijn natuurlijk ook redenen om te zien dat sommige afspraken ook wel te snel zijn gemaakt. Met andere woorden, was het nou toch een slimme manier om het zo te doen? Dat is de vraag. Heb je er spijt van? Nee. Dat is mijn vraag de hele avond aan Wouter. Heb je er spijt van? Nee. Ik wil gewoon horen dat je er spijt van hebt. Maar mag ik twee, want wat ja. Mag ik er 2 dingen over zeggen? 1 vilijn antwoord en 1 iets minder vilijn antwoord. Mag ik gelijk reageren op die vilijn? Ja, want ik ken hem een beetje. Ja. En ben er snel bij, want ik zit ook op het gewoon even beginnen met die vilijn. Ja, kom. Moet je nou eens kijken welke 3 mensen hier een mening geven over de formatie? Wijsneuzen. Luister even. Wallagen is mislukt met zijn formatie in 2010. Tjenk Willink is weggestuurd door de politieke partij in 2010 omdat hij als formateur hun vertrouwen niet wist te winnen. En Rosenthal zette een kabinet met de LPF of met de PVV in elkaar, wat na hoeveel tijd strandde.
Dit zijn dus drie grootmeesters van de succesvolle formatie. Die even gaan zeggen hoe het moet. Ja, okay. Maar kom op. Okay. Dat is nu het filijnen antwoord. Okay. En nu die filijnen. Ja. Nee, maar ik vind dat, daarom noem ik het wijsneuzen. Er is één element onderschat van die manier van formeren die wij gedaan hebben. En het hele beeld van, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hè, van het moment dat het door kaarten of kwartetten viel, keert de beeldvorming zich tegen je. En dat kreeg je nooit meer recht gepraat. Waar het feitelijk om ging, was dat partijen probeerden te begrijpen waar de ander mee moet kunnen thuiskomen. Dat je elkaar dus wat moet gunnen in een onderhandelingsspel. Daar ging het om. En wat een van de grootste voordelen is geweest van deze manier van formeren, is dat aan het eind van de formatie de sfeer tussen die twee mannen en hun achterbannen goed was. En het gebeurt bij een heleboel formaties, omdat het zo lang duurt en omdat het zo moeilijk is, dat de sfeer dus slecht is op het moment dat je aan het kabinet begint, omdat die formaties al met de mes tussen de tanden uit onderhandeld is. En dat krijg je als je dus op elk individueel onderwerp krampachtig dat midden moet zoeken tussen twee partijen die het falikant met elkaar oneens zijn. Terwijl als je zegt op een gegeven moment, ja, ik begrijp dat ik jou ook wat moet gunnen en dat jij mij ook wat moet gunnen, dan creëer je een totaal andere sfeer over hoe je gezamenlijk dat avontuur aan wil gaan. En dat is wat er gebeurde. En ik denk dat wel heel bepalend is geweest. Waarom ook, hè, er is veel meer geweest, maar dat heeft wel een rol gespeeld bij waarom ze het volgehouden hebben. Kunt u eens even, want anders gaat het, dan kunnen we die beeldvorming in die zin even terugtrekken gewoon naar de harde realiteit zoals het gegaan is. Kunt u eens gewoon even een handzaam voorbeeld geven hoe zoiets dan in zijn werk ging? Dan zei Mark Rutte, je moet begrijpen dat het voor mij belangrijk is dat de overheidsfinanciën op orde komen. En dan zei Diederik Samson, dat begrijp ik. En daar wil ik ook wel aan meewerken. Maar dan moet je van mij begrijpen dat ik dat alleen maar kan dragen als de inkomenseffecten waar dat mee gepaard gaat eerlijk zijn. Okay, dat is. En dan kun je dus ook op een kaart schrijven 20 miljard bezuinigen en op een kaart schrijven nivelleren, dan heb je hetzelfde. Dan heb je even vastgelegd waar dat gesprek eigenlijk over gaat. Maar hier ging het om dat de ene zegt, ik moet hiermee thuis kunnen komen. Als ik met linkse jongens in een kabinet ga zitten, moet ik thuis kunnen komen met gezonde overheidsfinanciën. Want als ik het tax and spend label op mijn etiket opgedrukt krijg, dat gaat niet goed. Ik moet kunnen laten zien dat ik met gezonde financiën thuis kom. En Diederik zegt, ja, als ik meewerk aan bezuinigen, lukt mij dat alleen maar als ik kan laten zien dat de hoge inkomens meer bijdragen dan de lage inkomens. Maar zo ging dat. Ja, maar de twijfel is dan natuurlijk of de uitkomst, je noemde dat bedrag van 20 miljard. Ja, nee, maar goed. 52, maar de twijfel is natuurlijk of de PvdA, dan wel de VVD, met verdere onderhandelingen niet 20 miljard had kunnen bereiken, maar 18 miljard of juist 22 miljard. Met andere woorden, de rek van het standpunt is dan onvoldoende beproefd. En de vraag is dus, heb je dan als PvdA of als VVD wel een goed onderhandelingsresultaat? Want de klassieke manier zou zijn geweest, dan kom je niet op 20 miljard uit, maar op 10 miljard. En dan, ga je ook niet hoge inkomens meer vragen, maar dan gaat iedereen ongeveer hetzelfde doen. En de taxatie van die twee mannen was, daar komen we allebei thuis met iets wat niemand aanspreekt. En in zulke moeilijke tijden moet je dat niet willen. Ja. Ik denk dat mijn persoonlijke mening is, daar heb ik toen ik columns schreef voor de Volkskrant ook wel eens een keer wat over geschreven. Ik denk dat Rutte en Samson overspannen verwachtingen hadden van, zij dachten allebei dat deze manier van compromissen sluiten, niet alleen goed zou zijn voor de sfeer, et cetera, maar ook hun meer punten zou opleveren bij hun achterban. Nou, ik denk dat wel mee is, tegen is gevallen. Ja. Mag ik nog even wat zeggen over het eerste fragment, want daar waren de drie wijsneuzen, ja, dat wijsneus heb je zelf gezegd, de Wallagen en Uri, daar heb ik niet zoveel moeite mee dat je die als wijsneus wegzet. Maar Cenk Willink is natuurlijk wel een buitengewoon ervaren en wijze man. En wat hij zei. Ja, maar niet als informateur. Nee, maar wat hij zei, vind ik, gaat verder dan dat. Want even uit mijn hoofd zei hij zoiets van, als je het zo snel doet, dan, je hebt ook als formateur, als informateur, verantwoordelijkheid om het naar de achterban of naar de bevolking uit te dragen. Ja, als je één ding kan zeggen, is dat het resultaat van deze onderhandelingen natuurlijk door jouw achterban, of de PvdA-achterban, nooit is begrepen, nooit is geaccepteerd. En nou zit je met 9 zetels. Ja. En nou wil ik niet zeggen dat komt door dat kaartspel, want dat is
Maar dat heeft wel iets te maken met de manier waarop de formatie toen te snel en misschien toch niet ver genoeg uitgehandeld. Misschien heb je wel te veel weggegeven. Ja, ik heb niks weggegeven. Ik was informateur. Ik was niet onderhandelaar. Nee, maar dat is wel een verschilletje, hoor. Nee, maar dat meen ik serieus. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat ook een andere manier van onderhandelen niet tot een wezenlijk ander regeerakkoord zou hebben geleid. Omdat de crisis, met name in de overheidsfinanciën, was zo groot. Ja. Dat je als ongeveer alle verkiezingsprogramma's van alle partijen naast elkaar moest zetten en alle bezuinigingsmaatregelen die alle partijen hadden verzonnen op een stapel moest leggen om toe te komen aan het bedrag wat je nodig had. Hè. Daar zat heel weinig ruimte om met minder thuis te komen. Begreep iemand als Diederik. En dat heeft de partijachterban natuurlijk helemaal niet begrepen. Nee, nee. Maar dat zouden ze nooit begrepen hebben. Maar eens kom, ik wil eens door. Als u dan daarna mag. Als je nou zo onderhandeld hebt, nogmaals als informateur. Hoe heeft u dan zo'n uitslagenavond, zo'n PvdA met 9 zetels? Denkt u dan terug aan, jeetje, aan die onderhandeling zo, waar we het nu over hebben? Nee. Of helemaal niet? Staat dat los van elkaar? Ik heb. Kijk, je bent als informateur, ben je. Dat is allemaal een beetje een grijs gebied, maar zeker als je twee informateurs hebt van elk van de partijen één. Hè, dan heb je een soort dubbelrol. Je bent de onpartijdige facilitator, mogelijkmaker van de onderhandelingen, begeleider van de onderhandelingen, secretaris van de onderhandelingen. Maar je bent ook een soort van vertrouwensman voor jouw partijleider die daar zit te onderhandelen. Dus als Diederik op enig moment denkt, dit gaat helemaal fout, dan belt hij toch eerder mij dan Henk Kamp om te zeggen, joh, gaat dit wel goed? En dan weet hij dat ik met Henk Kamp ga praten. Goh, ik hoor aan de PvdA-signalen dat ik misschien zo'n rol heb. En dan moet je ontzaglijk voorzichtig mee omgaan. Toen ik zelf onderhandelaar was en er een PvdA-informateur bij zat in 2003, Frans Leijnsen, toen heb ik hem ook wel eens gebeld van dit gaat helemaal goed. En die legde gewoon de hoorde op de haak, van niks mee te maken. Ik heb een onpartijdige rol, ik ben een informateur, je doet het er maar mee. Hè? Dus dat is wel het spanningsveld waar je in zit. Maar je hebt een soort van vertrouwensrol en in die rol heb ik... Maar even dit beeld, dus de informateur belt u in uw grote hoofd? Nee, ik belde de informateur. Okay, om de PvdA-informateur, omdat ik ergens bezorgd over was. En die zei gewoon, bekijk het maar. Goeie vent. Maar dat deed jij niet toen Samson BG. Nee. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ik heb toen wel in die rol tegen Diederik en een aantal andere mensen in de Partij van de Arbeid gezegd. En daar waren ze allemaal heel, heel bewust van. Als je in dit kabinet gaat zitten, met deze partij en met dit programma, hoeveel goede punten er ook voor jezelf in zitten, je gaat een flink aantal verkiezingsnederlagen tegemoet. En of het tij op tijd gekeerd zal zijn om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen het profijt te plukken van het economisch herstel, dat lijkt me buitengewoon onzeker. Dus iedereen wist welke grote electorale risico's hiermee genomen werden. En in die zin was ik op uitslagenavond, was nu toch een soort van aangekondigde chroniek van aangekondigde dood. Ja, en dan is hij altijd groter dan je hoopt en misschien ook wel een beetje denkt op zo'n moment. Maar dat was natuurlijk niet onverwacht. Ik wil nog even een paar dingen. Echt vind ik echt belangrijk om even met je door te nemen. Het leuke is aan uw carrière is ook dat u ook iets twee verschillen heeft mee, of één belangrijk verschil heeft meegemaakt. U heeft namelijk in die onderhandeling van 2006 was nog Hare Majesteit koningin Beatrix. Die gaf de opdracht en de aanwijzing van de informateur. Maar in 2012 was het al de Kamer. Daar hebben we een klein fragmentje van. Dat is van het Novum Nieuws. Informateurs Henk Kamp van de VVD en Wouter Bos van de PvdA zijn vrijdagmiddag om 12 uur aangekomen bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij overhandigde hun officieel de opdracht voor de formatie. De formatieonderhandelingen tussen VVD en PvdA begonnen daarna. Om 2 uur melden VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom en de secondanten Stef Blok en Jeroen Dijsselbloem zich bij de informateurs. Even, is dat nou puur ceremonieel? Hè? Normaal gesproken het staatshoofd, de koning of de koningin, die wijst dan de informateur aan. Die heeft daar ook een belanghebbende rol. Alle partijleiders doen haar bericht, hoe de stand van zaken is. Jij hebt beide meegemaakt, met en zonder het staatshoofd. Namelijk in de tweede instantie, we zagen dat net, kreeg niet de opdracht van de koning, maar van de presidium. Martin Bosma is natuurlijk onderdeel van de Kamervoorzitterschap. Dat moet een mooi moment zijn geweest, dat je van Martin Bosma... Martin van de PVV. Ja, je hield het gezicht mooi gepolijst. Ja. Dat is op zich wel opmerkelijk, toch? Dat je van Martin Bosma je opdracht meekrijgt. Ja, zeker. Ja. Of maakt dat niks uit? Nee. Oké. Okay. Maar de vraag is wel even, maakt het nou uit of
de Kamervoorzitter de opdrachtgever is of de koning dan wel de koningin? Nou, toen niet in ieder geval. En dat was omdat er grote consensus was in de Kamer over wat er moest gebeuren. En dan maakt het niet zoveel uit of de Kamervoorzitter die consensus verwoordt of de koning. Ik heb altijd wel spannend gevonden van hoe gaat dat nou, kijk, hoe gaat dat nou als het veel minder duidelijk is wat er moet gebeuren? Hè, komt de Kamer dan ook relatief makkelijk, vormt zich dan wel een meerderheid? Want één ding weet je, dat als de koning moet beslissen, dan moet de koning beslissen. Die gaat in ieder geval een beslissing nemen, daar komt in ieder geval iets uit. Maar bij de Kamer kan het zo zijn dat er gewoon niks uitkomt. Als nergens een meerderheid voor gevonden wordt. Dan krijg je toch altijd een verkenner? De Kamer zal toch altijd de verkenner van de grootste partijen aanwijzen die dan aan de slag moet? Dat kan. Nou, dat is in ieder geval de vorm zoals die nu in lijkt te burgeren. En volgens mij gaat dat boven verwachting goed tot nu toe. Ja. Het wordt spannend op het moment dat je inderdaad echt meerdere kanten uit zou kunnen en je geen meerderheid voor één van die richtingen vindt. Ja. Dat heeft zich gewoon nog niet voorgedaan. Maar wij zijn zelfs in 2016 kwamen in de problemen omdat we vonden, of ik weet niet hoe dat precies ging, maar dat de koning toch ook wel geïnformeerd mocht worden. En dan was het bijna weer een belediging aan de Kamer dat we ook naar het paleis gingen om te zeggen wat we daar deden. En dan mochten we daar alleen maar over het proces praten en niet over de inhoud. En, weet je wel, dat soort dingen. Is dat voor zo'n koning trouwens, als je daar dan langs ging? Dat moet je de koning vragen. Oké, dat was proberen waard. Maar mag nog één punt wat ik nog wel... U zag het nou, zeer klein. Eén punt wat ik me wel afvraag, of de ruimte om van een advies of een beslissing van de koning in de formatie af te wijken groter is dan van een verkenner. Ik bedoel even op de situatie 2010, een hele ingewikkelde situatie. Formatie kwam maar niet op gang. Toen kwam Lubbers en die heeft toen eigenlijk tegen de opdracht van toen nog de koningin, heeft hij een move gemaakt naar Wilders toe. En daar was iedereen stom verbaasd over, want het stond niet in zijn opdracht. Er is ook later veel gedoe over ontstaan, althans binnen de Kamers. Maar hij had die ruimte, omdat de opdracht van de koningin over het algemeen natuurlijk netjes geformuleerd is. En dat betekent niet altijd even concreet. Als de Kamer zelf besluit dat een verkenner aan de slag moet met een bepaalde formatie, dan is die ruimte er minder, lijkt mij. Dus het is een proces wat politieker en duidelijker zou kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik wil met jullie terug naar deze huidige vier. We hebben natuurlijk ook de verschillen even aangemerkt. Hè? Dus zitten onderhandelen en er is een alternatief voor GroenLinks. ChristenUnie is gevallen, maar zelfs de Partij van de Arbeid is gevallen. Even, voordat ik even terugga naar die onderhandelingstafel, maar die optie wordt gewoon getalsmatig genoemd. Is het ook een bepaalde vertrouwdheid inmiddels tussen de VVD en de Samenwerkende Partij van de Arbeid. Ze kennen een aantal bewindspersonen goed. Is dat een serieuze optie uiteindelijk als dit misgaat? Ik denk het niet. Kijk, je zou kunnen redeneren dat puur inhoudelijk gezien het sluiten van compromissen tussen CDA, VVD, D66 en PvdA makkelijker zou moeten gaan dan met GroenLinks. Als je zo'n tik hebt gehad tijdens de verkiezingen, dan moet je echt heel goed nadenken voor je je weer kwetsbaar maakt met allerlei compromissen met diezelfde partijen. Maar u laat nu ook heel veel ruimte over, dan moet je heel goed nadenken of... Mijn eerste antwoord was volgens mij duidelijk. En er is nog iets anders wat een rol speelt. En dat is, stel dat dit mislukt, dan wordt vrij snel duidelijk wat GroenLinks binnengehaald zou kunnen hebben als het geslaagd zou zijn. He, dus het bijna akkoord dat het dan niet haalt, dat wordt toch openbaar op een gegeven moment. En dat betekent dat als een Partij van de Arbeid dan het stokje zou moeten overnemen, moeten ze eigenlijk met meer thuis kunnen komen dan waar GroenLinks nee om gezegd heeft. Nou, dat is bijna niet voor te stellen. Het enige wat mij opviel en wat ik vreemd vond, ik ben het helemaal met je eens dat de partij beter zijn wonden kan likken en een tijd in de oppositie kan blijven. Maar het verbaasde mij wel dat in de eerste fase van deze onderhandelingen er ineens een verhaal kwam van Asscher. Die zei van maar als het nou helemaal vast zit,
Ik weet niet meer precies hoe die zijn, maar zoiets. Ja, dan zouden we er nog eens. Zeker, ging open. En dat is. Bedoel, jij bent ook partijleider geweest. Dat is een signaal wat je afgeeft. Want je weet wat je zegt. Tuurlijk. En je weet het moment dat. En het verbaasde mij, want ik dacht, dat wil die toch vast niet. Ik dacht dat hij echt de partij vanaf het begin weer gaat opbouwen. Dus waarom zegt hij dat? Even je wonden likken in de oppositie. Nou, er zijn verschillende partijen die dat gedaan hebben. Die kijken daar niet met heel veel plezier op terug. Nou ja, het CDA heeft natuurlijk wel. Maar dan nog. Maar stel je als de PvdA, als de ChristenUnie ook wegvalt. En de PvdA zegt gewoon, luister. Het is een korte bespreking, we willen twee dingen. Diederik Samson op energie en Dijsselbloem met nog 4 jaar zitten. Voor de rest zoek je hier maar uit. En Abu Talib op integratie. En Abu Talib op integratie. Wow. Voor de rest pas ons bescheidenheid, zeg je dan op de achtergrond. Oké, laat het zitten. Het gaat mij om het volgende. Ik wil terug naar die informatietafel. Wat ik interessant vind, je hebt eerder even aangegeven, eigenlijk is het spanningselement nu is dus Buma CDA, Pechtold D66. Pechtold praat ook, hè, met die eerste paar keer met naar binnen gaan van die Kamer. Hij wil graag in een progressief kabinet zitten. Nou, dat is buiten zichzelf, die daar toch echt nog een andere partij voor nodig. In dit geval natuurlijk GroenLinks. Maar tegelijkertijd is ook de beeldvorming, hebben ze het over het motorblok. Te weten, VVD, CDA, D66. En als je dus van die drie partijen het motorblok noemt, dan is natuurlijk eigenlijk het gevoel, ja, wij drieën plus één, onderaan nu met GroenLinks, valt dus dat niet. Hup, ChristenUnie en wellicht dus nog, volgens mijn theorie dan, PvdA. Ik begrijp, kijk jou kant even op. Dat is voor Pechtold eigenlijk een heel ongemakkelijk iets. Dan is hij dus onderdeel van iets waar hij eigenlijk juist afstand van wil nemen. Ja, maar hij spreekt ook niet zozeer van het motorblok, meen ik. Nee, het is iets wat natuurlijk in de publiciteit is een lekker beeld. En het is zo dat inhoudelijk ze waarschijnlijk het eerder eens zijn met z'n drieën dan ten opzichte van GroenLinks. Maar je hebt gelijk, het is niet een motorblok, het is niet een gegeven eenheid. Want D66 is er heel veel aan gelegen om GroenLinks erbij te houden. Ik vraag me wel af of het voor D66 een conditie sine qua non, dus dat ze het alleen maar met D66 en GroenLinks willen doen. Als het met GroenLinks mislukt, dan denk ik wel dat hij door wil. Maar het is niet echt prettig voor ze. Dus dat motorblok, daar heb je gelijk. Het is een raar beeld, want in deze formatie is het niet zo. Misschien heeft het wel met iets anders te maken. In elk geval D66, VVD hebben natuurlijk heel veel met elkaar onderhandeld de afgelopen kabinetsperiode. Die kennen elkaar goed. Dus dat schept een band. Misschien komt het daar een beetje vandaan. Rutte, Pechtold kunnen elkaar heel makkelijk vinden. Maar inderdaad, Buma is een hele andere onderhandelaar. Is een hele harde onderhandelaar. En nogal strikt. Dus het motorblok kan je beter verlaten als beeld, lijkt mij. Maarten Bos, als er nou toch druk komt, in ieder geval de sfeer aan zo'n onderhandelingstafel. Ja, GroenLinks, ze hebben zoveel nood op hun zang, dat is gewoon onmogelijk. Wat zou je Pechtold aanraden om te doen even qua onderhandeling eigenlijk? Hij zou ook kunnen wel de politie kunnen nemen. Ja, zonder GroenLinks heb je mij ook niet erbij. Dat kan, dat is één mogelijkheid. Maar dan had hij dat eigenlijk nu al moeten doen. Dan hadden, dat zou D66 en GroenLinks, maar GroenLinks PvdA, ik bedoel, allerlei coalities hadden gevormd kunnen worden al voorafgaand aan de verkiezingen of na de verkiezingen, maar voordat de formatie begint, waarbij je zegt, het is samen uit, samen thuis. Dat kan nog steeds, maar het is nu wel laat. Maar dan kunnen CDA en VVD er eigenlijk niet omheen. Dat is niet goed voor de sfeer, maar machtspolitiek kan het werken. Dat nog niet gebeurd is, betekent volgens mij dat D66 daar niet toe bereid is. Nee. En vergis je niet, de ChristenUnie is voor D66 op een aantal punten ook een zeer aantrekkelijke partner. Hartstikke groene partij, hartstikke progressief op vluchtelingenbeleid en dergelijke. En ik geloof zelf niet dat zeg maar, de immateriële agenda voor D66 reden is om niet te regeren. Want die immateriële agenda zouden ze er met CDA ook niet doorheen krijgen. Dus dat zou sowieso al niet lukken, in wat voor samenstelling dan ook. Mm-hmm. Dus ja, je geeft pech tot 3 miljard en je maakt de minister van Onderwijs. En je bent binnen, denk ik. Is dit de waard? Ik formeer een beetje mee. En ter afronding. Wat worden de... Dus niet iemand. Wat denken jullie even wat nou echt hebben? Als ik kijk, hebben we het pensioenstelsel, als iedereen over eens, dat moet nodig gemoderniseerd worden. Dat... Belastingplan vindt eigenlijk iedereen nog even los van hoe je dat dan doet, moet veranderen. Adviescommissies? Ja,
rekening rijden. Noem het maar op. Wat zijn volgens jou, Ferry, de hot potatoes, de echt zware dilemma's die daar nu op die tafel gaan liggen? Hoe lang heb je? Nou, nee, maar gewoon, je hoeft niet iets uit te werken. Maar gewoon eventjes zeggen, wat zijn nou, de... Nou ja, maar, bedoel, het groene beleid, dat natuurlijk... Maar de integratie, immigratie, dat is, blijft natuurlijk ook een heet hangijzer... waar partijen heel verschillend over denken. Het financieel, de nivellering, belastingverlaging, lastenverlaging. Er zijn te veel om op te noemen. Maar dat zijn wel allemaal thema's waar je wel... naar elkaar toe een beetje kan bewegen en een knoppen kan draaien. Dat zijn vaak niet hele principiële dilemma's, ja, ja. Of toch wel? Ja, maar ik bedoel zo, er is natuurlijk een verschil tussen 16 en 22 miljard. Ja, okay. En als je per se niet verder wil dan 16 en hij wil echt 22... dan zijn we toch echt niet eens over een materieel punt. Dus dat... Ja, kijk, het moeilijke lijkt mij, en dat merk je ook... er is in het begin van deze formatie... gepraat over, wat was het, een soort toekomstvisie of god me weten wat, zoiets. Foto. Huh? Een foto. Een foto. Nou, zoiets vaags. Waarom hadden ze dat nodig? Kijk, bij jouw formatie in 2012 was het duidelijk wat er moest gebeuren. Er was crisis, financieel, economisch, er moest bezuinigd worden. Daar was de hele formatie opgericht. Er moest een flink bezuinigingspakket en dat moest redelijk gedaan worden. En het moest goed verdeeld worden en er moest niet de lage inkomens niet te veel onderlijden. Nou, dat was een duidelijke focus volgens mij van dat kabinet. Dit kabinet is een beetje een luxe kabinet. Er is geld, er zijn veel problemen, maar ja, er zijn ook veel oplossingen. Dus waar gaan ze het zoeken? En dat is de reden dat ze met die plaatjes aan de slag zijn. Niet dat, kijk, dat is allemaal uit die wereld van de adviseurs en de organisatiedeskundigen, die met die kaartjes ook wel zitten te spelen. Maar zo'n visie, dat hebben ze nodig en dat zoeken ze. En daarom duurt het ook zo lang. Nou ja, ik zit je een beetje te pesten, Wouter. Nee hoor. Nee. Nou, u bent tussentijds zo'n adviseur geweest waar meneer Mingelen even op doelde, toch? En zelfs partijleider geweest. Zeker, zeker. Dames en heren, ik ga nu jullie kant op. Als jullie vragen en of opmerken, vragen, ik wou zeggen en of opmerken, vragen. Ik zeg dat nadrukkelijk bij, het is niet noodzaak dat u daartoe eerst uw hele cv opdreunt. Dus u kunt direct naar de vragen. Ik moet op. En u moet zo weg, dus ik zou zeggen, als u vragen aan meneer Mingelen heeft, dan doet u het meteen. Kom staan, wie bent u en wat is uw vraag? Ik hou vast, surf van de zaak. Goeiedag, Bernard Fixenboksen. We hebben het vandaag helemaal niet gehad over de mogelijkheid van een minderheidscoalitie. Ja. Dus ik vroeg me af wat de heren hier van die mogelijkheid denken. Ja. En ook wat eerder is gezet over CDA, want die vinden het GroenLinks misschien niet leuk. Maar het zou kunnen betekenen dat ze niet de ChristenUnie krijgen, maar in plaats van een minderheidscoalitie. Ja. En wat zou dat dan betekenen? Goed punt, terecht had ik nog even moeten meenemen. Nou, ik acht het niet onmogelijk, maar dan denk ik niet een CDA-VVD-D66, maar een CDA-VVD-minderheidscoalitie. Omdat die kunnen terugvallen op een rechtse meerderheid in de Kamer. Ja. Dat kan. Tot nu toe wordt er officieel gezegd dat men dat niet wil. Maar onder druk wordt op een gegeven moment alles vloeibaar, dus het kan. Oh ja. Er zijn nog meer varianten hoor. Je kunt ook zeggen, laat het heel lang duren en kom dan met nieuwe verkiezingen. Want dan weet je één ding zeker, dan zal Mark Rutte niet nog een keer lijsttrekker worden van de VVD. Nou, dat zijn ook scenario's die de ronde doen. Ja. Dat had ik nou niet kunnen bedenken. Nee. Nou ja, ik denk dat minderheidskabinet, ja, waarom zou dat doen? Er zijn altijd kabinetten gekomen, het was soms moeilijk, soms niet. Het is toch onzin als je een redelijke meerderheid kan vinden in de Kamer, dat je dan een minderheid... Het is ook lastig, je moet steeds weer steun gaan verwerven. Rutte is een meester daarin, maar op een gegeven ogenblik krijgen partijen er ook de pest in. Ja, om te steunen, terwijl ze er niks voor terugkrijgen. Dus ik denk dat het niet een kort reële samenvat, optie is. Het zou een optie kunnen zijn, maar het is niet aannemelijk. Mag ik het zo kort samenvatten? Ja. Andere in de zaal, opmerking? Ja, dat zou je het zien, helemaal aan de zijkant. Kom staan, wie bent u en wat is uw vraag? Ik ben Andries Thijsens en ik vroeg me af wat de invloed is dat het voor de VVD zo ontzettend aantrekkelijk is om het heel, heel, heel erg lang te laten duren. Want zij zitten gewoon onaangetast in het torentje. Zonder compromis. En met een zwakke Partij van de Arbeid. Ik denk dat de schade van een mislukking voor Rutte best groot is. Ja. Ik denk dat dat wel, dat hij dat geen fijn idee vindt. En het is natuurlijk zo, hij is zeer relaxed zolang hij weet dat de uitkomst is dat hij weer premier kan worden. Ook omdat de traditie, niet alleen toen hij zolang hij premier is, maar bijvoorbeeld ook toen Balkenende premier was, is toch vaak dat de partij die de premier levert daar uiteindelijk altijd wel baat bij heeft, of in ieder geval minder last heeft dan de partij waar hij mee de coalitie sluit. Maar als het echt helemaal mislukt,
En de traagheid daarin eindigt. Dat kan me niet voorstellen dat dat een scenario is waar de VVD zich comfortabel bij voelt. Ik ben het eens om de tijd te vullen. Hij moet bijna weg. Hier zit in ja, laatste lief, vraag. Geliefde redacteur van Politieke Junkies. Kom er maar in. Wat is uw vraag? We hebben het een paar keer over sfeer gehad. Nou vroeg ik me af, meneer Bos, hebt u zelf wel eens afgevraagd wat er was gebeurd met Paars Plus? Als het niet Pechtold, Halsema, Cohen was, maar Bos. Het fijne van dit soort vragen is dat je met één woord kunt antwoorden. Ja. Fijne mijn rol zit. Ja. Ik heb trouwens op dat punt, bij die formatie heb ik achteraf altijd het idee gehad dat het er nooit heeft ingezeten. Ik heb altijd het idee gehad dat achter de schermen CDA en maar VVD hadden afgesproken dat ze, ik heb het iemand zo horen zeggen, en niet tenminste, we zouden elkaar niet loslaten. Dus ze hebben daar onderhandeld over die vier partijen constructie, maar vanaf het begin af aan wist de VVD dat het niet zou worden. Dat is mijn indruk. Met deze cliffhanger. Ja, geef een warm applaus. Ferry Mingelen, hij moet nu weg. Dat was leuk. Dankjewel. Ja. Er loopt iemand mee voor de microfoon. Is er nog iemand wel die nu nog een vraag heeft? Anders ga ik helemaal. Ja, hier nou. Sorry. Ja, nee, heel goed. Dit is allemaal live programma. Ik heb alle vragen van Ferry mogen nu komen. Ja. Loopt iemand? Ja, ik kom bij deze meneer. Er komt nog een hele mooie fles bij. Nog één keer warm applaus. Fantastisch dat u bij ons was. Ferry Mingelen, dank. Ik moet even die ding af. Hier staat de meneer. Wie bent u en wat is uw vraag? Jim Wiese. En ik wil hem toch nog ook aan Ferry stellen. Welke coalitie gaat het worden? Welk proces gaat eraan vooraf? Welke gaat het worden? Ik denk toch die met de ChristenUnie. En dat gaat 15 juni worden duidelijk. Dag. Ik denk... Wouter Bos? Ja, ik weet het echt niet zeker. Hè? Maar als ik zou moeten gokken, zou ik ook gokken op een coalitie met de ChristenUnie. Even, omdat ik denk dat het CDA halstarriger. Ik denk dat het CDA halstarriger is in het weigeren van GroenLinks dan D66 in het weigeren van de ChristenUnie. Omdat de grootste geschilpunten tussen D66 en de ChristenUnie liggen op immaterieel gebied. Maar op dat punt heeft D66 toch al geen kans zolang het CDA aan tafel zit. Dus dat maakt niet veel uit. Overigens moet ik, als ik even een kleine anekdote, enorm lachen dat Ferry loopt nu weg met zijn microfoon nog. Ja. Ik ben dat hij naar de wc gaat. Ik ben ooit eens een keer uit een debat weggelopen met een microfoon op en helemaal gewoon naar een ander event toe, een andere studio. En daar kwam ik er pas achter dat inderdaad alles had ik in de auto, op de achterbank, is allemaal keurig de microfoon ingegaan. Ja. En dat waren ook pijnlijke dingen nog? Dat heb ik verdrongen allemaal. Okay. Ja. Ik kan nog eenmaal allemaal de zaal, dames en heren. Ja, die mevrouw daar, ik kom naar u toe. Komt u even staan? Dag mevrouw, wie bent u? Ik ben Eline, student politicologie. En ik vond uw theorie over Buma interessant. En ik vroeg me af in hoeverre hij werd bijvoorbeeld genoemd als radicaliserend door andere politici. En ik vroeg me af in hoeverre zou dat tactiek zijn of is het ook in bepaalde mate iets wat gewoon in zijn aard zit? Zou dat veranderen tijdens de onderhandelingen? Ik ben Buma. Een paar keer. Ik ken Buma nog uit mijn eigen politieke tijd. En ik ben hem in deze campagne een paar keer tegengekomen. Ik vind dat hij heel knap campagne heeft gevoerd. Heel gedisciplineerd. Eigenlijk alleen op de laatste dag ging het een paar keer mis. Hij had een raar debatje met Pechtold. Hij zei iets over Maxima en haar paspoort. Dat waren allebei dingen die een beetje zeg maar, buiten de discipline vielen. Maar tot dat moment vond ik hem echt heel knap campagne voeren. En als ik hem sprak, vond ik hem ook ongelooflijk ontspannen en leuk. Maar hij is wel knoerd rechts. En maar geworden of altijd geweest? Nee, hij is altijd in het CDA, heeft hij altijd. Hij was naast de medewerker van Maxime Verhagen. Hij was de man die heel bewust de coalitie met de PVV, of de gedoogcoalitie met de PVV, mogelijk maakte. Hij was ook de eerste die daarna de conclusie trok, dit nooit meer. Maar hij was wel degene die het mogelijk maakte en fractieleider toen werd. Dat is echt in hem. Daarnaast heeft hij ook nog een keer volgens mij de intellectuele keus gemaakt dat in deze verkiezingscampagne de VVD besmet was door het samenwerken met links en het verhogen van belastingen. En hij daar dus ook gewoon een heel rechtse positie tegenover moest zetten om iets te winnen. Dat heeft hij ook vrij consequent gedaan. Dus het is volgens mij een combinatie van wie hij is en wat hij als electoraal het meest profijtelijk gezien heeft in termen van positionering voor het CDA. En als je, want ik bedoel, het was feest bij het CDA op de verkiezingsavond, maar ze kwamen op 20 zetels.
En het is 10 jaar geleden dat ze boven de 40 zaten, richting de 50. En dachten dat ze misschien richting de 60 konden. Dus van 13 naar 20 is nog steeds best een bescheiden herstel. En dat ga je niet zomaar riskeren. Door nu opeens weer een heel andere positie in te nemen en met allerlei dingen akkoord te gaan waar je jarenlang tegen verzet heeft. Dus ik denk dat Buma naar zijn persoon gemeten en naar zijn strategische positionering gemeten de langste adem heeft van iedereen. Toch in die zin, ik kom zo bij die meneer. Als andere mensen nog een vraag hebben, gaan we dat ook schrikbehandelen. Toch een beetje politiek blijft ook, dat is ook misschien de reden dat we het allemaal zo leuk vinden en interessant. Het lijkt toch echt iets heel raars. Rutte won die, als we terug in de tijd gaan, hè, Rutte won net van Verdonk om het partijleiderschap. Ja. Zijn we een paar jaar verder. Dan zou het dus in theorie, nog los van of je dat reëel vindt, of eerlijk of logisch. Dan zou hij dus in theorie, als hij nou voor de derde keer het bordes opgaat, zou hij zo direct de man kunnen zijn die met Rutte 1 de PVV heeft kalt gesteld door ze 1 keer verantwoordelijkheid te geven en de rest van de tijd uit te leggen. Als het echt spannend wordt, lopen ze weg. In het tweede kabinet, de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog, economisch beslecht hebben in je voordeel. En het derde, zo direct via een energietransitie Nederland klaar te maken voor een duurzame economie. Dan komt die Rutte in het rijtje der grote staatshoofden die we ooit gehad hebben. Ja, nou, staatshoofd nog net niet. Nou ja, nee, maar regeringsleiders. Oké. Maar de rest van het betoog klopte. Ja. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, dat is het ook. Maar de man heeft ook grote kwaliteiten. Dat vind ik echt. Dat zeg je zonder ironie? Zonder enige ironie. Ik vind dat hij een ongelooflijk goede teamleider is geweest als premier. Het grootste verschil met Balkenende bijvoorbeeld, die ik dan van nabij heb meegemaakt, is, en Rutte ook enigszins van nabij, is dat Rutte in de manier waarop hij de coalitie geleid heeft altijd het belang van beide partijen voor ogen heeft gehad. Hij zat er niet als VVD'er zaken te doen, maar hij probeerde ook de PvdA te bedienen. Kun je zeggen dat het gelukt? Daarom is die club wel bij elkaar gebleven voor ruim 4 jaar. Omdat hij ook het vertrouwen had van de PvdA-ministers. En men vond dat hij eerlijk met die rol omging. Dat is een grote kwaliteit. Tweede wat hij heeft, is dat hij ofwel zo terughoudend is met het verkondigen van zijn eigen standpunten, dan wel zo weinig eigen standpunten heeft, dat hij dus met heel veel compromissen uiteindelijk uit de voeten kan. En ik herinner mij in de formatie die ik had met Balkenende en Rauwvoet onder leiding van Wijfels. Jan-Peter kwam natuurlijk uit kabinetten met de VVD en moest opeens met de PvdA en zo. En met de ChristenUnie. Dat was ook allemaal eigenlijk best linksig. En je kon gewoon de nukkigheid aan hem afzien van dat hij met ons zaken moest doen. En toen zei Herman Wijfels op een gegeven moment tegen hem van: Jan-Peter, je moet je wel realiseren dat de echt succesvolle en langzittende minister-presidenten van Nederland, die hebben het zowel linksom als rechtsom gekund. En dat hoort dus kennelijk wel bij het succesvol premier zijn. Dat je ja, net niet genoeg visie hebt om zeg maar te halsstarrig te zijn voor de baan. Zeg je dat goed? Ja. Nee, maar de voormalig visie. Nee, maar laat ik even. Ik je vroeg net, is dat zonder spoor van ironie? Ja, dat is zonder spoor van ironie. Ook iemand als Wim Kok kreeg bijvoorbeeld in zijn tijd altijd kritiek dat hij te weinig visie had. Maar juist omdat hij daar heel terughoudend mee omging, in ieder geval naar de buitenwereld, kon hij kabinetten bij elkaar houden. Heel, nu ga ik nog deze vraag, en als er nog één iemand is, ja, dat bent u meneer, heel snel uw hand opstoken. Dag meneer, bent u hier met genoegen? Ja, Peter Buijs, artsen tegen kernwapens, maar daar gaat mijn vraag niet over. Of het punt, ik wou even aansluiten bij het beeld van de KNMG-voorzitter en dat punt voor D66 erg belangrijk, die voltooid het leven discussie. Het gaat hier om een artsenorganisatie die altijd heel progressieve standpunten in heeft genomen. Als het gaat om abortus, als het gaat om euthanasie, als het gaat om allerlei andere immateriële zaken, medisch-ethische zaken. Dus het is niet zomaar wat, en dat zou ook voor Pechtold het excuus kunnen zijn om op een gegeven moment daar, wetend dat het met CDA zeker toch niet, ja, om dat punt dan te laten vallen. Hoewel hij het erg hoog tot nu toe heeft opgespeeld in aanloop. Dank u wel, meneer Bos. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Je kunt, de KNMG heeft Pechtold ook een escape geboden. Hij kan zich nu ook verschuilen achter de mening van de professionals zonder wie die het sowieso niet verder zou kunnen komen op dit terrein. Dat is helemaal juist. Ja. Nu ben ik hier. Ik kijk nog 1 keer rond. Is er nog 1 iemand die echt een belanghebbende vraag heeft? Nou ja, ik wou de laatste vraag moet altijd even een goede zijn. Dus. Aan jou aan de bar. Ja, dat sowieso. Dat is ook altijd een goede vraag. Heeft u de laatste vraag? Dat is altijd een belanghebbend moment. Ja. Wie bent u en wat is uw vraag? Job Veldman. Ik wil nog even wat vragen over wat nou hoe je ook zou kunnen kijken naar de kans van welslagen van deze coalitieonderhandeling.
daar kan je ook naar kijken naar wat de soort van loopbaanpaden van degene aan tafel zijn en hoe graag zij zelf willen een plekje willen hebben in dat kabinet. Ja. En dan bij Pechtold is het misschien wel duidelijk. Bij Mark Rutte is het heel duidelijk. Wat zeg je? Bij Mark Rutte is het heel duidelijk. Bij Jesse Klaver misschien helemaal niet zo duidelijk. Nee. Maar die staat dan ook, die zit niet in dat motorblok. Maar wat is het bij Buma? Wat wil die nou zelf eruit halen? Ja, ik denk... ik heb bij Buma geen persoonlijke agenda kunnen ontwaren. Geen ambitie om minister te worden of om per se... Verhaal is altijd justitie en veiligheid, hè? Veiligheid, justitie. Als hij iets zou moeten doen, zou dat het zijn waarschijnlijk. Ja. Maar ik heb dat nooit gezien als iets wat hem leidt in de manier waarop hij politiek bedrijft. Ik denk dat hij oprecht probeert het CDA weer centraal in de Nederlandse politiek te zetten. En ik ben het met je eens. Ik weet niet, en dat is best belangrijk, maar ik weet het antwoord daar niet op. Ik weet niet hoe graag Jesse Klaver wil regeren. Die heeft volgens mij ergens... Hij bereid is daarvoor te... Ik weet het gewoon niet. Ik dacht bijna met 100% zekerheid te zeggen dat hij ergens heeft laten ontvallen dat wat er ook gebeurt, hij in de Kamer blijft. Jesse Klaver heb ik er nu over. Ja, nee, maar goed, dat is de persoonlijke ambitie, hè? Maar voor ook zijn partij. Nou ja, nee, maar goed. Ik denk wel, hè, dat scenario komt af en toe nu ook langs in de kranten. Ferry noemde het vanavond ook. Dat CDA, VVD en D66 angstig zouden zijn voor het feit dat GroenLinks nog een congres organiseert waar dan het compromis moet worden voorgelegd en goedgekeurd. Dat lijkt mij een onterechte angst. Het is vaker gebeurd in de Nederlandse politiek. De Partij van de Arbeid doet het altijd. De CDA heeft het toen gedaan, ook dat beroemruchte congres. Ja. Toen ze met de PVV... Nee, maar een congres laat nooit zijn eigen partijleiding vallen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Als daar de partijleiding gaat staan en een tranentrekkend verhaal gaat houden hoe hard ze onderhandeld hebben en dat dit het best haalbaar is, dan laat je ze nooit vallen. Dus als ze eruit komen met een akkoord, dan keurt het congres het ook goed. Daarmee, ik ga die meneer ook bedanken voor de laatste hele goede vraag. Dames en heren, doet u mij een groot plezier. Geeft u onze eregast van vanavond een warm applaus. Wouter Bos. Dank u wel. Okay. Top. Bedankt. We hopen natuurlijk dat u met alle informatie die u vanavond gezien en gehoord heeft, dat u de komende weken, als u die summieren informatiebrokjes tot u neemt, u denkt, ik weet hoe ik dat moet duiden aan de hand van een avond als deze. En als u zegt, ik heb er nog steeds geen genoeg van, en daar rekenen we ook een beetje op, dan zou ik zeggen, 14 juni, schrijf me in de agenda. Dan zijn wij terug met voorlopig in ieder geval, we weten niet hoe het gaat lopen, de laatste formatieshow. Dat zou natuurlijk een mooie timing zijn, want we hebben gehoord dat toch, ja, die deadline, hè? 14, 15 juni. Nou, voor de zekerheid zou ik gewoon komen. Ik dank u hartelijk voor uw komst. Natuurlijk zien we elkaar nog even aan de bar. En jongens, tot de volgende keer. Dank voor uw aanwezigheid. I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Hey, hey. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. I need a dollar, dollar, dollar that's worth.